Hallo, fijn dat je luistert naar onze masterclass over cohousing en kinderen. Wij gebruiken zelf graag het Afrikaanse gezegde It takes a village to raise a child. Maar ik hoor u al denken, heel schoon allemaal, maar hoe loopt dat in de praktijk? Welke afspraken zijn er? Hebben kinderen ook inspraak in het project? Hoe zorg je ervoor dat ze in godsnaam opruimen? En kloppen de geruchten dat cohousing kinderen meer buiten spelen? Opnieuw brengen we enkele ervaringsdeskundige cohousers samen die al jullie vragen beantwoorden. We horen Sarah uit cohousing Drongen, Stijn en zijn 16-jarige zoon Winne, die opgroeide in cohousing Vinderhuiten, Amke, die vorig jaar verhuisde naar cohousing Botanico in Leuven, en Silke en Pieter, die met hun twee kinderen al bijna 4 jaar in cohousing Oostakkeren wonen. Heb je iets opgestoken van deze masterclass? Beluister dan zeker ook die van vorig jaar over het beheer en gebruik van de gemeenschappelijke delen. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang een uitnodiging voor onze volgende masterclass. Woon je nog niet in een cohousingproject, maar kreeg je heel veel goesting? Check dan onze website www.cohousingprojects.be, waar je al onze projecten terugvindt. Er is er zeker eentje bij waar jij je ook kan thuisvoelen. Veel luisterplezier! Voilà. We gaan even misschien beginnen met het voorstellen van de projecten, dat jullie een beetje voeling hebben met welke de mensen uit het panel, uit welke projecten ze precies komen. Misschien even, Sarah, dat jij kan toelichten voor Drongen, hoeveel mensen jullie daar wonen, ja. Wat de gemeenschappelijke delen dat jullie hebben. Ja, wij zijn een mini-cohousing. Wij hebben 6 units. Gemeenschappelijke tuin, gemeenschappelijke paviljoen. De foto links is onze paviljoen. 5 van de 6 gezinnen hebben kinderen en 1 gezin heeft geen kinderen. Maar wij zijn wat in dezelfde... We hebben van elke leeftijd, denk ik, 1 kindje. Het zijn 11 kinderen. Mijn dochter is de jongste, ze is 4. En Pieter is denk ik de oudste en is er 10, zoiets zal het zijn. Dus ze volgen allemaal wel dicht op elkaar. En we zijn niet zo gemengde cohousing in de zin. En jong en oud, we zijn wat allemaal van dezelfde leeftijdscategorie. Ja. Ja. Dus er komen er complimenten binnen voor jullie stijlvol common house. Het is alweer opnieuw anders ingericht en ingedeeld. Het groeit wel mee. Dat Boomba-huisje, ja, zijn geen kleine kinderen meer. Hè. Dus dat is ondertussen al weg. We hebben al wat beter materiaal dan een samengeraapt. We wonen hier nu 3 jaar. Dus het ziet er al wat beter uit ondertussen. Intussen staat er een PlayStation misschien. Er staat een Wii. Ja, en een heel grote tv. Ja. De PlayStation, dat is nog de volgende stap, denk ik dan. Mijn huisje is een Wii geworden. Ja. Super. Stijn of Winne, gaan jullie gang over Vinderhuiten? Cohousing Vinderhuiten zijn ongeveer 19 woningen, ongeveer 60 kinderen, tussen de 65 en de 5 jaar. Het zijn grotendeels kinderen die hier wonen. Vrij oude kinders, jonge kinders. Dat klinkt dat je daar super enthousiast over zijn. Ja, wel. Dat is de max. Het gemeenschappelijk pad moet er nog in komen. Even. Zo niet voor mijn werk online zetten is zo raar. Het paviljoen zie je daar. En wat je op de foto ziet, zijn zo vroeger zaten zo mensen samen aan één grote tafel. Dat zie je ook, hè. Ja. Hoe mocht dat nog, voor corona? Ja. En wat hebben wij nog gemeenschappelijk? Een parking, een tuin, een wasseretten, een thuiswerkbureauruimte, iets B&B-achtig, een boomhut en een kelder. Ja. Ja. Super. Klopt dat binnen, wat dat is, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Jammer. Ja. Klopt tot nu toe wel allemaal. Oké. Silke in Oostakker, hebben jullie ook zoveel kinderen rondlopen? Aarde en Silke. Silke is even... Nee. Dan gaan we misschien gewoon door naar... Botanico, Amke? Ja.
Voor mij is uw presentatie echt eens weggevallen, maar ik weet niet wat dat de bedoeling was. Aha. Ja. Als het iets met foto's is, dan kan ik daar ook iets over zeggen. Voilà. Wij wonen sinds een jaar in Cohousing Botanico, dus bijna corona-only qua ervaringen. Dat is een cohousing-project midden in de stad in Leuven, dus ook in één gebouw. Een oud schoolgebouw met 28 units. Wij hebben alle leeftijden van 1 maand tot 75. En toch, ja, zou ik nu durven zeggen, de helft van de groep van de generatie dat kinderen het huis uit zijn en dat er kleinkinderen zijn of aankomen. Dus wij hebben niet zo heel veel gezinnen. Wat het totaal ongeveer op een 15-tal kinderen brengt. Dat is in aangroei, dat aantal kinderen, maar niet meer zo heel erg veel, denk ik. We hebben gemeenschappelijk een speelruimte, een living, een eetruimte, bureaus, een grote gang van zo'n oud schoolgebouwstijl. Een tuin die op de foto's nog eerder onaangelegd tot een beetje aangelegd was. Voilà. Wat hebben wij nog? Ja, wat terras ook nog. Bureaus, logeerkamers. Voilà. Van alles wat eigenlijk. Maar ik denk dat het wat verschilt van andere projecten, omdat wij eigenlijk letterlijk allemaal onder één dak wonen. Misschien wat dichter op elkaar dan gemiddelde cohousing. Ja, maar ook vrij grote, ruime gemeenschappelijke delen. Ik denk dat jullie 500 meter gemeenschappelijk... Mm. Ik er van de zomer was, had ik net de show gemist van kapitein Onderbroek. Ik heb er wel een foto van de affiche kunnen nemen. Voilà. Ja, het was verwarrend, maar toch tof, de show. Ja. Silke is even lost in space, dus hier gaan we straks nog over Oostakker hebben. Een van de vragen die binnengekomen is, is welke ruimtes voorzien jullie... eigenlijk eerst binnen, straks gaan we even naar de tuin. Welke ruimtes voorzien jullie voor de kinderen? Zijn er echt specifieke plekken gewezen? Of is dat spelen vrij overal waar ze mogen? Pik gerust in. Amke, hebben jullie specifieke... Ja, we hebben een speelruimte. Dat is eigenlijk een soort van mezzanine aan onze living. Dus ja, beneden zetels, dan een trap op en een speelruimte. Daar was een fotootje van daarnet. Ja, dat is daar de ene hoek en de andere hoek stond op de vorige slide. Het is niet heel erg groot. Maar ja, de kinderen zijn ook niet met superveel, dus dat is hun territorium. De regel is dat ze 1 keer per week moeten opruimen als het gepoetst wordt. En verder staat dat eigenlijk meestal volgebouwd met kampen. Dus dat is echt van hen. Ik ga heel vaak in termen van corona praten, vrees ik. Maar door corona mochten kinderen wel samenspelen. Dat hebben wij vrij vroeg gedaan. En volwassenen niet. Wat dat denk ik voor die kinderen als gevolg heeft, dat zij eigenlijk bijna alles innemen. En dat dat ook getolereerd wordt. Allee, die gaan kleuren in de eetruimte. Die zitten een schooltje te spelen in de living, omdat er een oude schoolbank staat. Die spelen in de gangen. Ik denk dat ze dan nog wat gaan moeten plooien als er ook weer volwassenen de gemeenschappelijke ruimtes vaker gebruiken. Maar ja. Dan zoeken we wel een ander plekje op. Ja, voilà, inderdaad. Maar dat leidt voorlopig niet tot ergernissen, want volwassenen komen amper in de gemeenschappelijke ruimtes. Ja, oké. Okay. Winne en Stijn, hebben jullie dedicated plaatsen? Wij hebben een kinderkamer naast de gemeenschappelijke eetruimte in het paviljoen. Misschien, toen ik op voorhand aan het nadenken was over die avond, met dat wij hier al 10 jaar wonen, is bijvoorbeeld bij ons wel grappig om vast te stellen dat die kinderkamer bijna te klein is. Allee, het idee van die kinderkamer, we hebben dat ooit gemaakt, denk ik, toen dat er eigenlijk vrij veel kleuters bij ons zaten. Maar de kleuters zijn ongeveer weg, op hier en daar een uitzondering na. En eigenlijk merk je dat die kinderkamer nog een kleuterkamer is. Zo'n beetje zoals die op de foto nu linksboven met dat soort zo IKEA bakken en ik weet niet wat. En dan merk je dat je ook op een iets langere termijn moet proberen na te denken. Dus we hebben zo'n kamer, maar ze is een beetje, zwart los van corona, een beetje speciaal nu. Ze is een beetje aan het stilvallen. En dan hebben we daarnaast ook een lounge. Dat was eigenlijk niet echt voor de kinders, maar eigenlijk zijn de tieners dat wel aan het overnemen. Ja. We worden nog toegelaten. Ja. Ja, maar... Dat was ook voor corona. Nu met corona is dat ook echt dood. Ja. Dat komt ook, denk ik,
Nee, je klinkt heel stil binnen, ik versta je. Klink ik heel stil? Ik zal mijn leider spreken. De launch is denk ik sinds corona, linksboven ook, is wat stilgevallen. Maar altijd als het zo, als we samen eten of zo, dan na het eten gingen alle tieners, alle jongens gingen dan naar boven en meestal zaten we daar wel te gamen, te praten. Maar meestal zaten we daar wel. Dus ja, dat is dan nu ook wel stilgevallen met corona. En ik denk ook dat wij de vomit mogen rekenen als... Maar het was binnenruimtes. Ah, het was binnenruimtes. Ja, onder het dak. Wordt het gezien als wij? Nee, wordt niet gezien als wij. Ja, de boomhut en vindruiten is quasi passief norm geïsoleerd, hè. Ja. Het is al bijna binnenruimte. Ja, hier op de foto niet, hier is er nog in aanbouw, maar... dus de boomhut in de NOF is ook een trekpleister voor de kinderen. Als ik... Ja. Ja. En in die kinderspeelkamer, kan je zeggen dat dat tot een bepaalde leeftijd is en dat ze daarna daar niet meer in geïnteresseerd zijn? Ik denk dat... Toen ik klein was, daar wel regelmatiger zat dan nu, want nu kom ik daar nooit meer. En nu eigenlijk vooral de kleuters, maar zelf, ja, de kleuters zitten daar eigenlijk nu redelijk vaak. En ziet hij daar zo binnen en buiten lopen. Maar ik denk dus tot het tweede leerjaar, derde leerjaar, en daarna wordt dat minder en minder gebruikt. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Hebben jullie, Sarah, specifieke ruimtes? Die voor de kinderen zijn? Wij hadden dat klein, wat op dat foto staat, zo dat smal ruimte, dat is eigenlijk, ja, dat rechtse beeld, dat is eigenlijk een klein stukje living, dat is een onderdeel van het paviljoen, maar we hebben daar deuren tussen, en dan daarnaast hebben we dan de grote plek waar dat we samen eten, waar dat de keuken ook is. En daar staat ondertussen ook een sofa. Nu hier, hè, dus dat kinderspeelgoed is eigenlijk al wel weg. Daar staan een grote tv en dus de Wii. En ook wat zeteltjes. Eigenlijk was dat niet alleen ingetekend als kinderruimte. Dat was eigenlijk ook ingetekend dat daar een bureau kon komen om thuiswerk te doen. Maar we merken dat de kinderen dat wat zelf ingepalmd hebben. En zelf vinden we dat heel handig, omdat daar deuren aan zijn. Dus als we aan het eten zijn, dan, en de kinderen hebben gegeten... Ja, dan steken we die daar en dan doen we de deur dicht en dan zitten wij nog even op ons gemak en zij ook. Maar in corona, ja, de kinderen mogen wel nog samenspelen, dus hebben ze eigenlijk het Hanse paviljoen ingepand en gebruiken ze dat ook als een gigantische kampplek. Dus zij genieten daar wel van. En we vinden ook wel, allee, we zijn heel blij eigenlijk met die aparte ruimte voor de kinderen. Ja. En die groeit mee met de leeftijd en de fase waarin dat ze zitten. Ja. Maar het voordeel bij ons is, we hebben een van mijn buurvrouwen, die houdt graag alle speelgoed en spullen bij. En de andere buurvrouw, die gooit alles graag weg. En dat is wel een heel boeiende mix, omdat er heel vaak dan overlegd wordt van wat gaan we houden, waar spelen ze nog mee, en wat mag weg en wat is nodig. Dus het evolueert wel mooi, ja. Ja. Zou je zeggen dat de kinderen meer daar spelen dan thuis? Of? Daarvoor zijn ze... We merken dat daar nu wat verandering bij te komen, maar voordien... dus bij ons eigenlijk heb je een groepje kleine kinderen, en dat waren toen vooral de kleuters. En dan een groepje de ouderen, die dan al in het lager zaten, die trokken zo wat vooral naar elkaar. En dat is zo tweede, derde, vierde leerjaar. En dan onze kleuters bleven wat samenhangen. Dus de oudere kinderen zaten makkelijker wel al zelf in het paviljoen, alleen en zelfstandig, dus zonder toezicht. Bij onze kleintjes merkten we dat we dat wel zo tegenhielden, omdat we daar, ja, dat is wel afstand. Peter? Ja? Dat gaat niet. Intussen is Silke terug erbij gekomen, denk ik. Ja, maar nu merken we dat we onze kleinere kinderen, dat we die veel meer vertrouwen kunnen geven en dat we die veel makkelijker naar het paviljoen doorsturen. Hè. Mijn dochter is 4, dat is nog wat kantje poortje om dat voor haar alleen te doen, maar we zetten daar wel op in en onze huizen zijn echt wel klein. Dus als het slecht weer is, proberen we ze toch wel zo in gang te steken in het paviljoen. En dan, eigenlijk spelen die vooral meestal buiten weer of geen weer. Ja. Ja. Wat ik nog wel aan vond, is wat dat wel heel dankbaar was, in de coronaperiode hebben wij een paviljoenschool opgericht. En dan hadden we de opvang verdeeld voor de kinderen. En dan was het paviljoen echt ongelooflijk dankbaar, want de kinderen mochten in die eerste lockdownfase niet meer in mekaars huizen.
En dan hebben we eigenlijk vooral buiten met het paviljoen. Kinderen moesten met een boekentas om 8:30 naar daar. Hadden we een halve dag shift met ouders. Dat zijn de foto's daarvan. En dan is eigenlijk Hans' ruimte, ja, een prachtig klaslokaal bij wijze van spreken. De basisversiering hangt daar nog. Dus dat was echt wel fantastisch, die periode. Ja, super. Mogen de kinderen eigenlijk zomaar zelfstandig het paviljoen binnen? Of is er altijd iemand die een oogje in het zeil moet houden? Of zijn daar niet echt afspraken rond? Ja, dat is een goede vraag. Dat verloopt bij ons wel ongedwongen iets in. Ja, je bent verantwoordelijk voor je eigen kind natuurlijk. En de afspraak bij ons is wel, kinderen mogen altijd overal gaan spelen, maar er zijn twee regels. Ze moeten het, eerst, jij moet als ouder weten waar je kind is, dus ze moeten het zelf zeggen tegen je ouders, ik ben nu naar Rosanne gaan spelen. En ze moeten ook toestemming vragen aan die ouder. Dus als ze aanbellen of kloppen, mag ik hier komen spelen. Dat zijn de twee voorwaarden. Dus als ze naar het paviljoen gaan, ja, dan weten we dat. Maar ik zeg het, bij ons zijn ze nog wat klein, dus we gaan af en toe wel een keer gaan checken of ze komen zelf een keer iets vragen. Het is niet dat ze daar een hele dag zitten zonder toezicht of zo. Dat lukt nog niet. Dina, ik zag jullie kijken naar elkaar toen dat ging over mogen kinderen zomaar zonder toestemming het paviljoen binnen. Ja, ik weet dat eigenlijk niet goed. Bij ons is daar denk ik nooit over gediscussieerd. Jawel. Maar ja, waarschijnlijk wel, maar ik denk dat er nooit vreselijk veel problemen mee zijn geweest. Maar ik denk, toen dat Sarah haar verhaal hoorde, ik denk dat we daar ook allemaal over discussiëren. Maar nu zitten wij, allee, of wij dan toch als gezin, met tieners, en met zo'n hoop van die afspraak bijvoorbeeld dat je thuis vertelt naar waar dat je gaat en dat je het vraagt bij waar dat je toekomt, dat hadden we hier ook ooit. Maar met tieners vervalt dat zo'n beetje allemaal. Maar dat soort afspraken hadden wij zeker ook. Vanaf het moment dat ze zelf een telefoon hebben? Ja, wel. Ja, dan bellen ze gewoon om te vragen waar dat ze zitten, natuurlijk. Hè. Dus is wat. Maar ik denk dat het wel redelijk gelijkaardig was. Rond corona hadden we dan weer wat andere afspraken, maar ik weet je zo niet meer van buiten. Allee, het is dan ook nog per lockdown een beetje gewijzigd geweest. De een was al wat strenger, de lockdown, dan de ander. Ik denk in de eerste lockdown was het zelf. Toen het ernstig was, was het zelf dat kinderen niet meer... Ja, we hebben even het paviljoen toegedaan, wij. Ja, zo was het. Toen, op het ergste moment hebben we het paviljoen gezegd voor niemand. Dat is de makkelijkste oplossing. Maar ondertussen hadden we dan ook nog een fase dat alleen kinders... Allee, en nu nog eten we niet, en zo verder. Ja. Maar met tieners wordt dat weer wat anders. Omdat die hangen ook overal op dat terrein rond, en zo verder. Ja. Vooral waarschijnlijk niet in de ruimte waar dat de ouders... dachten dat ze gingen zitten om te spelen. We hadden altijd gedacht dat ze achter het kot gingen zitten. En we hebben daar eigenlijk nog altijd niet veel betrapt. Dus het valt nog altijd mee, eigenlijk. Wow. Ja. Ja. Jullie zitten wel een beetje in de fase waarin dat jullie iets kleinere kinderen hebben. Ik denk voornamelijk lagere schoolkinderen. Zijn er bij jullie regels rond zomaar het paviljoen binnengaan? En spelen in het paviljoen zonder toezicht? Want ik weet niet of je mijn naam zei of niet. Nee. Silke. Aan het zoeken is hoe dat ze zich verstaanbaar kan maken. Ja. Dat was iets te veel van het goede. Maar we komen ze niet nog terug, Silke. Ik probeer gerust. Maar misschien even vragen. Zijn er bij jullie ook plaatsen waar de kinderen niet mogen komen? Ik herinner mij dat in de keuken komen er geen kinderen. Toch geen kleine kinderen. Ja. Bij zwemvijvers en andere. Bij ons is dat inderdaad zo. In de keuken, dat is een klein stuk van de eetruimte. Dan weten ze dat ze niet achter aan het fornuis en de toestellen mogen. Hè. Ja. Logeerkamers ook niet, maar die zijn eigenlijk sowieso op slot, omdat mensen dat willen bewaken als goede huismoeders, de logeerkamers. En de thuiswerkruimte. Ja. Een uitzondering daarvoor is huiswerk maken, maar in de praktijk wordt dat niet gebruikt daarvoor. Ah ja, en de lift. Ze mogen ook niet alleen in de lift. Ah, ja, ja, ja. Dus wordt dat al snel heel aantrekkelijk natuurlijk om mee te spelen. Maar al de rest eigenlijk wel. Ja. Maar ze weten dat ook goed. Ja, ze weten dat ook goed. Dat is echt een apart stuk verdiep eigenlijk. Zij weten dat zij niet in de common house op de tweede verdieping moeten zijn, omdat die logeerkamers en die thuiswerkruimte daar zijn. Ja. En de keuken weten ze ook wel. Helpen ze elkaar ook bij het naleven van die regels? Of?
Waar het over... Ja, als het dan gaat over opruimen, zijn er wel een paar die dat in handen nemen en zorgen dat de kinderen allemaal opruimen en niet dat ze dat met een paar doen. Dat zeker wel. Ja. Maar verder is dat eigenlijk niet echt een issue. We hebben geen kinderen die geneigd zijn om zo die regels te overtreden en expres stout in de logeerkamer te kruipen of zo. Dat hebben we nog niet meegemaakt, denk ik. Want we zijn ook redelijk vrij zonder volwassenen in de common house eigenlijk. Dus. Stijn moet daar heel hard mee lachen met voorbeeldige kinderen. Ja, ik weet het dus niet 100% zeker, hè? Want zelfs de geldcenten die daar de boel op stelt. Ja. Er zijn nu nog zoveel voor dat je het nog niet door hebt. Ja, dat is waar. Maar ja, de oudste is 12, dus het valt nog wel mee. Hè. Het zijn vooral jonge lagere schoolkinderen. Ja, en die mogen ook gewoon alleen in het paviljoen, zolang dat jullie weten waar ze zijn. Ja, ik heb zelf, we hebben zelf wel een beetje afgesproken. Als ze in het paviljoen zijn, wij gaan ervan uit dat ze in de gemeenschappelijke delen zijn, tenzij dat we ergens een schoenen voor de voordeur van iemand anders vinden. Dan zitten ze daar binnen. Ze moeten dan niet iedere keer thuis komen melden. En we hebben ook laatst, omdat dat soms wat druk werd, want het is wel één kinderklik met ongeveer 8, hebben we afgebakend dat er maximum 4 kinderen in een huis binnengaan. Ah ja, zo. Ja. Stel dat er al 2 zijn, dan mogen er nog 2 bij. En we hebben dat met al de ouders afgebakend, omdat dat tot verwarring leed. Die kinderen wisten niet meer van bij wie mag ik nu gaan spelen. Dus als ze ergens aankloppen en er zijn al 4 kinderen, dan worden ze naar buiten gestuurd, naar de speelruimte. Dat is zoals de huisdierenpolitiek eigenlijk. Ja, zoiets. Ja, het is inderdaad een beetje met tellen. Maar ze vinden dat wel oké. En je merkt op rustige momenten, op woensdagmiddag, als er veel kinderen een hobby hebben, merkt dat de overigen, die dan met weinig zijn, elkaar wel vinden. En dat ze dan wel weten dat ze met weinig genoeg zijn om dan bij iemand thuis te spelen. Ja, dat is zoals, ik denk dat dat wel herkenbaar is, in vakantieperiodes is het vaak veel rustiger, hè? Zijn er veel minder kinderen. Natuurlijk niet in coronatijden, maar andere jaren, in de zomervakanties, als iedereen op vakantie is, dan lopen sommige kinderen verloren, omdat er plots veel minder kameraadjes zijn. Of omgekeerd, wij hebben zoiets als de corona-kleuterklas in de vakantie georganiseerd. Op piekweken met al de kinderen thuis, beurtrollen en spelen. En, ja, tof. Zijn er bij andere mensen ruimtes die no-go-zone zijn voor kinderen? Want jullie zeggen, daar mogen ze absoluut niet binnen. En dat weten ze ook heel goed. Nee, bij ons, ja, de hoeve, daar staat wel werkmateriaal, maar... De kleintjes zijn ook niet geneigd. Dat is, als je op die linkerfoto ziet, daar is een deur in ons paviljoen die naar de hoeve gaat. Ja. Daar staat werkmateriaal, wat fietsen. Er staat ook nog wat buitenspeelgoed voor de kinderen. Maar de kleintjes zijn niet geneigd om daar naartoe te gaan. Dus dat is niet een officiële regel of zo. En de grotere gaan daar soms wel speelgoed gaan halen. Maar we hebben eigenlijk, er zijn eigenlijk geen plekken waar de kinderen niet mogen komen. En alles wat dat gevaarlijk zou kunnen zijn, onze wadi en de grachten, hebben wij afgezet met voorlopig kastanje. Zo'n kastanjeafsluiting, die als ze allemaal kunnen zwemmen en wat groter zijn, weg zal gaan. Maar voorlopig we hadden gewoon geen zin om de hele tijd met dat water in de buurt en nog met heel kleine kleuters op dat moment bezorgd te zijn. Hoe ze gaan toch niet... we wilden ook wel die vrijheid geven om los in de tuin te kunnen lopen. Dus wat dat wij wel merken is dat... je mocht nog zoveel... we hebben hier zo prachtige huisjes en we hebben... een halve dag op de werkdag bezig geweest met zo van die wilgenhutten te maken. En daar zitten die kinderen dus nooit in. Alleen het vuil hoekje achter dat speelhuisje en zo'n vuile hoek aan de moestuin, daar hebben ze zich toegeëigend. Dat zijn... Ja, de zijn foto's die ik van jou... Jongens, vooral ja. Die graven putten. Dat doen die graag. Die maken moddersoep en die vinden dat de max om dat daar... op die braakliggende stukken te doen. Dus ons mooi aangelegde plannetjes. Ja, die kinderen nu toch maar waar dat ze voorlopig nog zin in hebben. Ja, super. Ja. Maar dat is iets wat wel vaker terugkomt. Dat groepen die wadis enzovoort voorzien, of waterpartijen, dat die daar wel wat schrik van hebben. Hoe dat ze kinderen daar moeten van weghouden. Ik hoor dat jullie kastanje bij jullie Stijn en Vinderhout is. Er zijn ook afspraken rond de zwembever, denk ik, hè? Ja, dus een stuk van die tuin is een vijver. En die is echt met een takkenwal afgeboord. Dat zie je daar zo van achter, ja, waar dat die muis nu overhoevert. En ook met 2 toegangspoortjes. Maar die toegangspoortjes, ja, die vallen normaal in het slot, maar niet altijd. Maar daar is er een redelijk harde politiek dat West... kleuters of zoiets, daar absoluut niet mogen alleen komen. Ik denk, het was van de tweede leraar, maar dat is nog steeds wel wat discussie. Nee, ik denk, de jongsten mogen daar echt niet komen. De
jaar ben ik nu vergeten, maar dat is redelijk hard. Omdat ooit hebben we er lang over nagedacht. En eigenlijk een regel dat wij een beetje hanteren. Als het levensbedreigend is, dan is er eigenlijk geen discussie over. Als groep. Dus zo'n vijver, dat is weinig discussie dat dat levensbedreigend is. Vooral als je niet kunt zwemmen. Een keuken, daar staan eigenlijk ook wel behoorlijk levensbedreigende dingen. Dus dat was eigenlijk zo een van de, zeg maar, regels dat wij proberen te hanteren. Het waskot, ja. Zwat, omdat er vooral achter het waskot een gat in de grond zit, dan naar de kelder gaat, maar zwat. En daar is al langs iemand doorgevallen. Er is nog maar één kind doorgevallen, dus het valt nog mee op 10 jaar. Maar dus dat idee van levensbedreigend vonden wij wel een regel dat je redelijk als groep snel tot consensus komt. Ja, bij ons is dat ook. We hebben daar ook lang over gediscuteerd en nagedacht. En dat is ook het criterium geweest van water, levensbedreigend. Dus dat zetten we voorlopig af. Ja. Oké. Ja, bij ons is dat soms wel wat anders. Maar ik denk dat dat aan veel verschillende generaties ligt. Hè. Als de helft 50, 60 plus is, dan willen die soms wel ergens een rustige coworkingplek of een rustige logeerkamer. Of een beetje discussie over die mezzaninestructuur is er ook wel bij ons. Hè. De leefruimte is gezellig en met zetels. En als daar dan bovendeel uitgespeeld wordt, ik denk dat dat nog wel op een spanningsveld gaat komen na corona bij ons. Dat is, we zullen zien. We zijn er in de bouw niet voor gegaan om dat af te schermen met glazen wanden, zodat de kinderen in een aquarium zaten. Dus ik hoop dat de gesprekken constructief blijven. Zijn er ruimtes waarvan dat jullie nu achteraf zeggen, dat hadden we moeten voorzien voor de kinderen? Ik heb er wel zo in. Bij het ontwerp hadden wij geen rekening houden, denk ik. Dat er zoveel gemeenschappelijke kinderfietsen, trantinetten, skateboards en al dat soort buitenspeeldeelgerief ging zijn. Ja. Je hebt het dan over dit soort collecties. Ja. En dat op den duur deels gemeenschappelijk is, deels privé, deels van een aantal, wat dat eigenlijk compleet door elkaar loopt. Maar die hoeveelheid materiaal, daarvoor gebruiken we nu een beetje een deel van ons terras. En eigenlijk, moesten dat opnieuw ontwerpen, moeten daar eigenlijk ook wel iets voor voorzien. Ja, want dit is een foto uit Oostakker. In Vinderuiten is het gelijkaardig met go-cars en boldekarren en andere rijtoestellen, inderdaad. Ja, bij ons ook. Ik denk onze fietsenstalling had inderdaad met de go-cars en de fietsen. Nu hebben ze nog kleine fietsen, maar ze worden ook groter. Die had ook wel wat groter mogen zijn. En daar wat meer aan met die bolderkar inderdaad. Go-cars, fietsen, er wat meer plaats voorzien. Maar in de leefruimte niet, omdat ik denk, als de kinderen, hoe klein dat die ook zijn, die blijven wel niet eeuwig thuis wonen. Dus ik vind dat eigenlijk wel oké hoe dat nu is. Zo'n klein plekje voor hunzelf. Alle andere ruimtes mogen ze gebruiken. En ik denk dat dat ook meer dan voldoende is. Ja. En in de buitenruimte, welke zijn daar de meest populaire plaatsen voor de kinderen? Bij ons was dat eigenlijk de niet aangelegde tuin, die dus tot juni er was, denk ik, ongeveer. De aangelegde tuin ook nog wel, en dan is dat een zandbak. Maar je merkte bij de niet aangelegde tuin dat kinderen daar wel veel meer speelplezier in vonden. Rommel van overal haalden om van alles te spelen. We hebben nu ook nog een stuk aan onze tuin dat binnen 2 jaar verdwijnt, dat eigenlijk nog een leen is van een projectontwikkelaar en dan nog van onze tuin gaat. En dat stuk gebruiken zij eigenlijk ook heel veel, omdat dat zo'n rommelig plekje is. Ja. Allee, van de zomer hebben we daar een zwembad gezet. Dan moesten we niet discussiëren met de buren of dat er plaats was. Maar die niet aangelegde rommelhoekjes zijn nog wel het aantrekkelijkste. Ah ja, en kippen. Ja. Ah, ja. Ik ben er niet voor, maar die kippen worden plat geknuffeld door die kinderen. Dat is, Jullie hebben ook kippen ook in Oostakker? Ja, we hebben ook kippen, maar die trekken niet zo aan. Maar ze zitten wel het liefst ofwel in een zandbak. Waar dat ze nog het liefst zitten, is op alle plekken waar dat ze niet gezien kunnen worden. Achter het huis van iemand staat er een
klemtoer, ze noemen dat de piratenboot, daar zitten ze graag. En dan bij de schommels, op het voetbalpleintje, ja. Overal op plekken waar dat ze dingen kunnen uitsteken zonder direct commentaar te krijgen van de mama's en de papa's. Ja. Dus jullie zandbak hier, hè? Dat is stevige... Ja. Die, ja. Daar wordt nog altijd veel in gespeeld, ook door de wat ouderen. Nu, onze... ja, daarjuist hadden we wat technische problemen. Bij ons zijn eigenlijk de twee oudste twee jongens van 9 jaar. En dan hebben we eigenlijk ook nog 3 meisjes van 12 en 13 die in co-ouderschap zitten. Dus die week op week hier zijn. Maar dat... Ja, dat is al een andere generatie. Maar de 9-jarigen en alle jongeren zitten daar nog wel nog graag in de zandbak. Dus ja. En ik zie hier de 2- en de 4-wielers ook nog altijd heel populair. Ja. Ja, ze liggen altijd overal verspreid, hè. Ja. We hebben daar mooie dingetjes voor gemaakt, maar ja. We hadden eigenlijk een paadje langs alle woningen, die in 3 blokken in een L-vorm staan. En op het laatst hebben we nog beslist om eigenlijk nog een klein stukje pad bij te leggen, dat terug naar het paviljoen leidt, waardoor dat, het pad eigenlijk in een cirkel is. En dat was een zeer goede beslissing, want daar crossen ze heel graag rond. Turkisch draaien. Ja. En dan de tijd opmeten en een eigen tijd proberen verbreken. En die van de anderen. Ja. Kijk, in Drongen is er ook al competitie. Ja, dat was zo'n... wat ik daarnet zo zei, van die twee groepen zo, zijn op een bepaald moment hebben ze gevraagd of ze een keer voor het eerst alleen samen een keer naar het rondpuntje, dus buiten onze hof, mochten fietsen met de koersfiets. Maar we zijn ook heel blij met dat betonpaadje. Dus we hebben eigenlijk, en je ziet daar op de rechterkant, we hebben een grasplek. Dat is echt de bedoeling dat dat grasveld blijft. Dat kunnen ze voetballen en frisbeeën. Aan de linkerkant hebben we dan een trampoline, die ze ook eigenlijk, ja, ook de grotere kinderen, die het is niet dat ze daarop staan te springen, maar ze hangen daar wel rond. Dat zijn onze graafwerken geweest. Toen in het midden waren nog kleintjes toen. Maar dat zijn die werkdagen, hè, die, ja, we hebben ook meer jongens dan meisjes, maar dan nog, dat graven vinden die fantastisch. En allee, we hebben nu een zandbak aangelegd, dat is tof. Maar wat ik daarnet zei, die moestuin, we hebben uiteindelijk een plekje voor hen ook voorzien. Maar waarom is dat zo aantrekkelijk? Dat is uit zicht van iedereen. Hè? En dat vinden ze toch geweldig om hun eigen ding op te kunnen doen. Ja. Zijn er bij jullie in het project ook zo terugkerende events voor de kinderen? Of dingen die elk jaar terugkeren? Dat is bijvoorbeeld van het bezoek van de Sint in Vinderuiten. Een jaarlijkse traditie geworden intussen, denk ik. Ja, ik kom al ook 10 keer ongeveer, zeker is hij geweest. Van de week vroegen we dat hier nog aan onze gasten, van wat zijn zo de leukste dingen hier? En die terugkerende events zijn toch wel een topper eigenlijk. De Sint, er is ook zo'n paasontbijt met een paasverhaal meestal. Ja. En er is ons jaarlijks terugkerend themaweekend. Kijk, daar is het al. Je moet hier maar iets zeggen en dat wordt getoond. Is dat de laatste week van juni? Ja, het idee is dat dat de laatste week van juni is. En eigenlijk is dat, dat zat trouwens in mijn inleiding, hè, dat we met 60 kinderen zijn. Dat kun je hier eigenlijk zien. Dat is eigenlijk 1 weekend dat we ons allemaal verkleden. En eigenlijk compleet losgaan. Hè. Ja, zo simpel is dat. Maar altijd in een bepaald thema. En altijd in een bepaald thema. En... dat vind ik nog wel een mooi verhaal voor hier. Over kinderen autonomie geven. Kent dat, die ouders die dan zeggen van, moeten we de kinderen het thema niet laten kiezen? En dan kiezen de kinderen het thema oorlog. En dan vinden die ouders dat toch, want die zijn eigenlijk allemaal voor love, peace en harmonie natuurlijk. En dan kiezen de kinderen het thema oorlog. Dus we hebben ook al een oorlogsweekend gehad, hè. Ja. Dat was de laatste keer dat je participatie hebt toegelaten dan. Ja, sindsdien hebben we dat weer afgeschaft, de participatie. Ja. Nee, het is niet waar. Het is weer 11 jaar. Maar dat is wat grappig dan, hè. Dan denk je van, we gaan dat met de kinderen bespreken. En dan kies je toch lekker een thema dat toch wel voor veel ouders redelijk lastig is. Hè, ja. Maar kijk, het is of toch... Wat soms ook gebeurd is, er zijn bepaalde thema's. Kom dichter. Bepaalde thema's die... die worden voorgelegd door de ouders. En dan, we hebben zoiets gehad, of we hebben dat nog steeds eigenlijk. Dat is de kinder-AV. En dat is eigenlijk
Elke maand komen de kinderen samen. En zoals je de AV hebt met de volwassenen, de vergadering, is dat dan met de kinderen. En daar werd dat dan bijvoorbeeld voorgelegd. En je hebt dan drie thema's. En dan was het van, oké, wat vinden jullie het leukst? En dan mochten wij aan de hand van bijvoorbeeld dan drie thema's kiezen. Ah ja, wij zouden graag Oerweekend doen. Want dat was ook een fantastisch succes. Er zijn ook heel toffe foto's van. Je mag nooit getoond worden. Inderdaad. Maar iets te compromitterend om in, hierin te steken. Maar ja, dus dat is altijd wel tof. En ik denk ook, naarmate dat de kinderen ouder worden, willen de kinderen vaker ook iets te zeggen hebben in wat er gebeurt. Dus ik denk sinds vorig jaar helpen de kinderen met organiseren van themaweekend. Om dan zelf zo erin te steken, ah ja, wat willen we, wat willen we niet, kunnen we iets doen voor het verhaal, wat zijn leuke spelletjes dat we spelen in de voormiddag en namiddag. En één die altijd terugkomt is Dikke Bertha. Maar ja, dit jaar mocht hij niet met corona, helaas. Was wel een gemiste kans. Allee, maar dat is elk jaar wel zeer tof. De paasontbijt is ook elk jaar zeer tof. En normaal gezien worden er dan overal nog in de kohuizing eieren verstopt. En grote eieren en kleinere eieren. En dan de kleintjes mochten dan eerst gaan zoeken van, ah ja, zoek maar. En dan daarna de grote. Maar de grote mochten dan een wijder veld. Maar dan zijn er wel beter verstopt dan bij de kleintjes, zeg maar. Dat is ook altijd zeer tof om te doen. Ben je aan het nadenken van nog? Ja, misschien zeer praktisch voor mensen dat ooit zo'n paaseierentoestand willen organiseren. In het begin was dat zo van, zoek maar. Maar dan moet je plots een 4-jarige eieren zoeken tegenover een 12-jarige. En dan ontstaat er geween en al van die toeren. Dus hebben we dat dan beginnen afbakenen in zones. Dat de jongste eerst mochten gaan zoeken en zo verder. Maar ik denk, bij ons, met dat we toch al iets oudere of iets langer kinderen hebben, veranderen die regels allemaal wel een beetje. Dus ja. Ja, oké. We gaan inderdaad straks nog even inpikken op de kinder-AV, maar misschien Silke, hebben jullie al bepaalde? Ja, nou, wel, ik wou graag inpikken op dat dingen van Pasen, dat de kleintjes niet op kunnen tegen de 12-jarigen als ze moeten zoeken. Wij ons hebben weer iets opgevonden. We hebben hier een creatieve man die allemaal soorten kippen en hazen heeft uitgeknipt. En iedereen kreeg een kip en een haas of twee kippen, whatever. En al de eieren hadden een stickertje of hetzelfde beeldje dat zij en een ander hadden aan de eieren. En zo had iedereen twee paaseieren en konden ze heel gemakkelijk vinden. En wisten ze ook van, ah, oei, dat is mijn plaatje niet, moet laten liggen. En dan bleef dat liggen voor degene die dat plaatje vast had. Dus dat was wel handig. Nog iets dat altijd terugkomt, is met Halloween Hekskikkerbil. Dat is nu al 3 of 4 jaar dat we dat doen. En dat blijft, dat is ook zo'n topper. Anne-Sophie is altijd elk jaar Hekskikkerbil. Ze had nogthans gezegd dit jaar, van ik doe het niet meer. Ja. Want ze luistert niet altijd even goed. En ja, dat is dan een grote groep om in toom te houden. Maar ja, ze vinden dat de max. Dat is... Want dit jaar ook voor het eerst opgesplitst. Deze oudere kinderen gingen met Hekskikkerbil mee naar een bosje in de buurt, waar ze een durftocht deden in het donker. En de kleinere kleuters die bleven hier en die hadden hier op terrein een zoektocht. Hm. Ja. Ja. Jullie hebben ook een kinderalgemene vergadering, denk ik, af en toe, Silke? Ja, maar zeker niet maandelijks, hoor. Dat is 2 keer in het jaar, eigenlijk. En dat is vooral voor de afspraken nog een keer te herhalen en duidelijk te stellen. En dan gaan we, normaal gezien rond met de kinderen. We hebben dat dit jaar ook in 2 groepen gedaan. Dus de kleuters tot en met 2 de kleuter. En dan derde kleuter tot ouder in 2 aparte groepen. En dan gaan we echt rond, buiten en binnen. Dan stoppen we bij alles. Bijvoorbeeld, ze mogen niet op de parking. En op het paadje staat er dan een bloembak en dan stoppen we aan de bloembak en zeggen we, mogen we hier voorbij? Ah nee, we mogen niet voorbij. Dat is dan voor de kleuters, hè. Denk wel dat dat vaker zal zijn als ze groter worden en wat meer zelfstandigheid vragen. Ja. En is de kinder-AV dan ook een moment waarop dat zij dingen kunnen voorstellen zelf? Ja.
Ja, want er komen binnenkort tuinelrekken. En dat is op vraag van de kinderen. We hebben dan gevraagd, van, wat willen jullie graag nog zien in de co-housing? Wat zouden jullie nog willen? Het eerste jaar dat we dat vroegen, waren dat krokodillen voor in de wadi. En olifanten en weet ik van wat allemaal. Dat ging niet. Maar de tuinelrekken zijn daar wel uitgekomen. En dan ook een paar die vroegen voor een parcours. Dus dat gaan we dan ook wel nog maken met, ja, met natuurlijk materiaal. Ja, dus, en vanaf kunnen alle leeftijden meedoen aan de algemene vergadering? Of is het beperkt? Ja, dat is voor alle kinderen. Maar ja, dat is, momenteel is dat eigenlijk echt vooral zo die, ja, die regels overlopen. Ja, en daar moeten die kleintjes bij zijn. En hebben zij, als zij dan zo'n dingen... Dus zij mogen, ja, zij mochten tekeningen maken ook. Allee, voor... Om dan aan te tonen wat ze graag nog zouden hebben. Hè? Om, ja. Ik zie de vraag ook binnenkomen of er een budget is voor de kinder-AV. Wat we wel hebben, is een kinderspaarpotje. Dat is een spaarpotje waar we typisch iets in doneren als er een verjaardag is van een van de kindjes. Dan krijgen die gewoon soms kandoetjes ook, maar als dat wat te veel zou zijn, wordt er wel iets in de kinderspaarpot gestoken ook. En aan het verloop van tijd is dat wel een mooi bedrag. Dat dan kan gebruikt worden bijvoorbeeld voor die tuimelrekken of voor iets anders. Maar momenteel loopt dat wel nog niet goed eigenlijk. Omdat die kinderen nu nog op een leeftijd zitten, dat ze graag nog cadeautjes krijgen als ze een verjaardagsfeestje geven. We hebben een budget voor feestteam. Wijn is sinds gisteren 16 en ik krijg ook nog graag eigen cadeautjes. Hè, dus ga er even mee zetten. Oké. Okay. Ja. Stijn, is het bij jullie een soort van potje voor de kinderen? Is dat wel, misschien van ons, bij ons is de kinder-AV voor kinderen vanaf het eerste leerjaar. Eigenlijk is dat... je moet eigenlijk een beetje toegelaten worden. Allee, zo voor mij les niet. Hè. Maar eigenlijk kijken kinderen er naar uit. Dus het is niet voor iedereen. En het is ook veel meer, het is veel meer dan alleen afspraken nakomen. Het is echt proberen. Vraag van, wat willen jullie? Hoe kom je eraan? Ja. Hoe zou je het willen doen? Met wie zou je er willen over praten? Dat wordt nu vooral opgespeeld, denk ik ook. Of bijvoorbeeld, dit is er ergens, hier is er ergens een discussie geweest. Waarom was dit fout? Wat zou je eraan kunnen doen? Dus zoals hij het hoort, een werken. Dus ja, het is echt niet van regels, wat we ook helemaal in het begin hebben gedaan, zijn overal van, dit mag niet, dit mag wel, en dan hebben we ook zo allemaal regels gemaakt en zo. Dus zoals je hier ziet op de foto, steek de tv niet zelf aan, maar ja, die regels veranderen ook. En bijvoorbeeld voor de kinder-AV had dan zijn eigen, zeg maar, budget, en dat noemen we bij ons het trampolinefonds, omdat dat origineel was bedoeld voor, denk ik, een trampoline, maar daar is dat dan... Die er nooit gekomen is. Maar daar zijn wel andere mooie dingen uitgehaald. Bijvoorbeeld, we hebben daarmee een zandbak gekocht voor de kleintjes. We hebben daar de bomen mee betaald, denk ik. We hebben daar de klimtoren mee betaald. Dus ja, dat is van bijvoorbeeld, wat willen we heel graag? En dan gevraagd voor een boomhut. En die is er dan gekomen. De klimtoren is er naar gevraagd van... Ah ja, wij willen graag iets om te klimmen. Iemand heeft dat dan gedaan. En dan komt er wel uiteindelijk. Zijn er ook dingen die jullie gevraagd hebben die je niet gekregen hebt? De trampoline. elk jaar opnieuw. Bijna elke vergadering opnieuw wordt er gevraagd naar... Mogen wij een trampoline? En dan komt altijd de discussie, hoe doen we dat met de kleintjes? En wat doe je dan? Hoe zouden we dat doen? En elk jaar wordt het gezien van, het is veel te lastig om te halen. Of het gaat nog niet met de kleintjes. Trampoline is nog niet gekomen. Maar ja. Het is gelijk. Ik vond dat zeer verbazend. Wij hebben van de zomer 2 trampolines gehad. Dat was gewoon omdat er 2 in de aanbieding waren door verhuizen. Dat was ook heel populair. Ik ben dat dan net even vergeten. Maar. Ik denk dat de kinderen bij ons allemaal op echt heel hard zouden protesteren als die trampolines weer verdwijnen.
Dus, ja, we hebben daar ook een... geen afspraken voor eigenlijk. Allee, de afspraak was eerst, je mag maar niet meer dan twee, maar ja. Ja, eigenlijk hebben we geen afspraak meer, ons overtreden dat gewoon. Over die afspraak, bij ons, ze wouden, we zijn de kinder-AV gestart, zo, toen als ze ook nog heel klein waren. Rosanne was toen net 3. Maar we hebben ze toen tekeningen laten maken van hoe ziet je droomtuin eruit? Wat wil je graag? Wat is haalbaar? Wat kost dat? Hoe gaan we aan dat geld geraken? En toen hebben ze gekozen om... ze hebben toen 2 spaarpotten gemaakt, terzelfde tijd voor de trampoline. En ik denk ook een klimrek. En ze wisten... Allee, we hebben dat heel goed uitgelegd. Van als je voor 2 dingen tegelijk spaart, gaat het langer duren. Hè? En dan is ook... Maar ja, ze zijn nog zodanig klein dat wij een budget wat beheren. Dus als er iets binnenkomt voor nieuwjaar, dan storten wij dat ook in een soort trampolinefonds. Dus dan is de trampoline doorgekomen. En wat dat wel schoon was, is dat we ook de afspraak en niet met meer dan 2 tegelijk springen op de trampoline. Maar eigenlijk springen onze kinderen nooit op die trampoline. Ze hebben allemaal spelletjes uitgevonden op die trampoline, dat ze toch met meer dan 2 kunnen doen zonder dat het gevaarlijk is. Dan spelen ze een blinde mol, of dan doen ze een tikkertje bal, of ik weet ik veel wat. En dat werkt eigenlijk fantastisch goed. En dan dacht ik, dat is eigenlijk ook wel zo'n voorbeeld van hoe creatief dat kinderen omgaan met regels ook. Hè? Van oké, dat mag niet, we gaan ons daaraan houden, maar wat kunnen we dan toch op een andere manier aanpakken? Want de bedoeling van de regel was vooral, willen niet dan klein en een groot kind, dat zo'n kleintje gecatapulteerd wordt door zo'n groot gewicht. En eigenlijk respecteren ze dat is dat de reden wat achter de regel zit. En dat is eigenlijk wel fijn om met hen daar te zien rond mee nadenken en zoeken. En ik vond die kinder-AV het mooiste voorbeeld daarvan. Van, ja, wij... Als je ze zelf regels laat opleggen, over het samen eten bijvoorbeeld, de 2 dingen die ze eruit gehaald hebben, was... we gaan niet roepen als we in het paviljoen samen eten. En we gaan zelf ons bord afruimen. En dan dacht ik, ja, dat is eigenlijk fantastisch. Geef kinderen... En toen waren dat echt... Ja, ze waren toen tussen 3 en 8. Geef kinderen inspraak. En dit is waarmee dat ze zelf komen. En volgens mij, en ik geloof daar ook veel harder in, dat de kinderen die regeltjes makkelijker gaan kunnen volgen en volhouden als ze uit zichzelf komen. Ja, dat hebben we hier ook heel hard gemerkt aan opruimregels. Omdat er kinderen waren die zich ergerden aan rommel en aan zelfgebouwde kampen die dan heel lang bleven staan. Dus zij zijn ook eigenlijk zelf wel tot een redelijk oké systeem gekomen. Dus het draait nog niet helemaal optimaal, maar ze hadden zelf ook wel gewoon goede argumenten en begrip voor elkaar over de rommeltjes in de speelruimte bijvoorbeeld. Ik ga even een zicht op het welkomstbord van Kozing Oostakker, waar zij voor het opruimen van de rommel en ik denk vooral de speelzolder elke week 2 nieuwe opruimkampioenen hebben. Silke. Is dat ook iets wat uit de kinderen ontstaan is? Of? Ik denk dat we dat een beetje van jullie gezien hebben, als ik me niet vergis, van Vindenrouten. Omdat jullie dan zo met die fotootjes werkten. Of het kan ook uit een andere co-housing-groep zijn, ik weet het niet juist. Dat is vanuit ons gekomen, maar ik denk wel dat we dat wel overlegd hebben met de kinderen. Ja. Goed, eigenlijk is het meer een beetje ook op die moment... Dus hier in dat voorbeeld zijn nu Senne en Lasse opruimkampioen. 1 voor buiten en 1 voor binnen. Maar wil ik vooral zeggen dat we ook wel in die week verwachten dat de ouders een beetje toezicht houden. S'avonds dat alles opgeruimd is. Ja. De kindjes die opruimkampioen zijn, het is niet de bedoeling dat zij enkel alleen alles opruimen. Maar het is wel de bedoeling dat zij een medespeelkameraadjes gaan aansporen om samen op te ruimen. En vaak hebben we zo een afspraak van, zeker de woensdagavond, omdat woensdag een drukke dag is, en zondagavond een keer bijvoorbeeld rond 6 uur met zoveel mogelijk kinderen naar de speelkamer te gaan. En dan is het eigenlijk op 2-3 minuten gedaan. Een slogan die vaak gebruikt wordt over co-housing is It takes a village to raise a child. Maar er zijn heel veel vragen binnengekomen over hoe doen jullie dat samen opvoeden? In welke mate mag je als niet-ouder iemand anders zijn kinderen aanspreken als je ziet als die iets verkeerd doet, bijvoorbeeld? Zijn daar bij jullie, wordt daarover gepraat en zijn daar afspraken over? Mm-hmm. Ik denk het belangrijkste dat wij wel zeggen... Iedereen voedt zijn kind natuurlijk op zijn manier op. Maar iedereen zegt hier ook van, als je ziet dat mijn kind iets uitsteekt wat dat echt niet oké is, ja, natuurlijk spreek er alsjeblieft op aan. Zeker in een gevaarlijke situatie of zo.
En misschien in een situatie dat minder erg is als je geneigd zou zijn van iets te zeggen. Ja, dan gaan we een keer gaan overleggen met de ouder. Maar dat verloopt eigenlijk op een spontane manier, zonder veel regels of afspraken rond, verloopt eigenlijk wel goed, vind ik. Ja. We hebben het daar kort over gehad, maar zo nog in vergaderingen dat we nog lang niet samen woonden. En toen vonden wij gewoon het principe dat kinderen, net zoals iedereen, aanspreekbaar zijn, hun eigen verantwoordelijkheid zoveel mogelijk opnemen. En wat dat dus ook wil zeggen, dat andere volwassenen tegen kinderen die niet van hen zijn, iets kunnen zeggen zoals ze tegen een andere volwassene zouden zeggen. Rechten en plichten in evenwicht, zo'n klein beetje, en gewoon open communicatie. En of dat dan nu een kind is, allee, ik heb het dan niet over een tweejarige natuurlijk, hè, of een volwassene, eigenlijk proberen we daar niet zoveel onderscheid in te maken. Ja, gewoon, die mogen dingen, maar die hebben ook hun grenzen. En dat is met volwassenen en buren ook zo, en die spreken we daarop aan. En er zijn dingen die andere volwassenen met mijn kind doen, dat ik zelf niet zou doen, maar ik vind dat heerlijk om daar gesprekken over te hebben. Dus ja, bijvoorbeeld ergens op bezoek gaan bij, want er zijn hier superveel, ja, vervang grootouders eigenlijk. Hè. Onze eigen ouders wonen ver, maar de helft van onze groep is toch ongeveer grootouderleeftijd. Dus ze krijgt dan regelmatig wel wat snoep, maar dan praten wij daar wel wat over. Dat ze niet, ja, bij drie gezinnen moet langsgaan en drie keer een stuk taart eten of zo. Voilà. Dus dat is wel leuk om dat zo een beetje ja, te zien als, kijk, mensen zijn soms verschillend. Ja, of willen lief zijn voor jou, wat denk jij daarvan? ja, zo'n dan dingen. Vooral met jouw eigen kind praat je daarover? Of ja. De surrogaatgrootouders aan over... Nee, ik doe dat niet. Gewoon omdat die het recht hebben om, ja, dat leuk te vinden en de surrogaatkleinkinderen te vervangen, te verwennen. Hè? Ja. Ja, dat is... waarschijnlijk. Wat zeg je? Zeg, die weten dan waarschijnlijk ook niet dat ze bij de twee deuren daarvoor ook al stukken taart. Nee. Maar ja, dat is nu een beetje overdreven. Hè? Maar ja, ze weten dat wel goed genoeg. Maar dat is met eigen grootouders ook zo. Hè? Maar ik vind dat wel een hele toffe dynamiek die hier hangt. En ik wil dat ook niet doorprikken door dan te zeggen... je mag geen koek gaan halen bij de anderen. Maar, ja. Maar ik vind dat wel leuk om die verschillende stijlen wat aan elkaar te linken en daarover te babbelen. Ja. Okay. Hier is het ook zo dat kinderen vaak snoepjes en koekjes krijgen van... andere ouders ook bij elkaar binnen gaan spelen. Maar daar hebben we eigenlijk altijd een beetje de ongeschreven regel van... bijvoorbeeld, ik geef mijn kinderen een snoepje en een ander kind ziet dat. Die zal dan ook een snoepje of koekje krijgen, maar gaat wel eerst moeten gaan vragen aan zijn eigen ouder. Ook, ze mogen altijd bij ons komen spelen. Onze kinderen mogen bij iemand anders gaan spelen. Maar de regel is, vraag het eerst aan je eigen ouders of het oké is. Zodat we ook weten waar dat ze zitten, ook hoeveel koekjes dat ze uiteindelijk wel binnen hebben op een dag. Zo. Maar dat verloopt eigenlijk heel spontaan meestal. Ja. Stijn, hebben jullie een niet-voederen policy? Of andere... Dat weten niet zo goed. Andere dingen over opzoeken? Ik kopen dat zelf, hè, tieners. Dat is waar. Nee, wat ik nog wel meegeef, of wat ik aan dacht, jullie zien allemaal vrij positief. Maar wij hebben hier ook, denk ik, het is ook een ongeschreven regel, eigenlijk staan wij ook toe dat andere ouders dingen over uw klein zeggen dat je zelf niet zo erg vindt. Dat zijn veel moeilijker, want wij hebben nu, zitten onze kinderen buiten en die worden aangesproken op iets dat een andere ouder niet zo leuk vindt, terwijl dat wij er zelf niet zo'n probleem mee hebben. Ik denk dat dat een van de dingen is dat je als groep moet bespreken, of dat je daar tegen kunt of niet als groep. Van die leuke dingen, een koekje en al, je gaat daar meestal niet dood van koekjes. Dat is zo niet levensbedreigend. Maar als je in een situatie komt dat je continu je kas opvreet, omdat je vindt dat je buurman of vrouw of te streng is voor jouw kinderen, dan zit je in een heel andere dynamiek. En wij hebben denk ik als groep afgesproken van, ja, dat mag. Ja, kinderen kunnen aangesproken worden op dingen die je zelf niet zo erg vindt. Ja. Bij ons is dat ook wel zo, hè. Dan kijk ik vooral naar mijn nee. Ik ben nogal een strenge, denk ik. Ja, wij hebben hier kinderen lopen waarvan dat de ouders een vrij open opvoeding geven. Die hun kinderen ook vaak niet zien spelen. Maar als ik zie dat ze iets verkeerd doen, ga ik ze er sowieso op aanspreken. En
Dat kan zeker iets zijn waar dat zijn ouders zoiets van gaan hebben van, maar, wat maakt dat nu uit? Ik ga mij niet inhouden om ze aan te spreken. Zodat de ouders daar dan ook van denken. Ze zijn er niet bij, die ouders, ten eerste. Ja. Ja, maar ik denk dat dat belangrijk is, dat je dat net bespreekbaar maakt. Zelfs al zijn die ouders daar niet bij, allee, dat is voor mij niet de kern. De kern is van, mag je dat blijven doen? Tegenover die kinderen. Je kunt wel zeggen van, ja, ik ga dat wel doen, maar stel dat al je buren dat niet zo leuk vinden, dan creëer je na verloop van tijd een situatie dat niet zo leuk is. Daarover gaat het mij. Dat proberen bespreekbaar maken, daar hebben wij ook al wat aan gewerkt. Dat is niet makkelijk, dat pakt u best wat flessen witte wijn bij. Alleen om dat een beetje bespreekbaar te maken, want dat zijn niet zo de makkelijke dingen. Want het wordt al snel heel persoonlijk om dan een discussie te hebben van, ja, 3 maanden geleden heb jij ooit dat gezegd, allee, dat is niet de bedoeling. Maar dat bespreekbaar maken is voor ons, denk ik, allee, wat ik daar nog wel aan toevoegen. We hebben verschillende keren zo'n externe consultant erbij gehaald, zo van die mensen die alles weten van opvoeden. En eigenlijk voor onze groep heeft dat eigenlijk nooit veel zoden aan de dijk gezet. Omdat meestal die mensen, die weten daar heel veel van. Maar cohousing blijft op dat vlak zo specifiek dat wij eigenlijk, vinden wij, het meest hebben om daar zelf een aantal keer serieus te durven over doorbomen. En dat is zeer moeilijk. Maar belangrijk, denken wij. En verandert zoiets ook, Stijn, na verloop van tijd, als kinderen ouder worden? Gaat het over grotere, belangrijkere dingen? Of heb je het gevoel dat dat hetzelfde blijft? Ik denk dat dat nog wel altijd hetzelfde blijft, ja. Allee, in die zin van, sommige mensen zijn nu eenmaal strenger dan anderen en laten dat toe, dat die hun strengheid of openheid op uw kind toepassen. Ja. Dat is eigenlijk de grondvraag. Hè? En wij hebben, denk ik, door een aantal keer daarover te babbelen, eigenlijk gezegd van, ja, eigenlijk laten wij dat toe. Maar dat is voor mij een van de dingen, daar doe je wel even over, om daarover te praten, want dat is toch een op glad ijs eigenlijk met heel de groepen. Maar als je dat kan, tegelijkertijd, is dat wel cool om dat soort dingen bespreekbaar te maken. Ja. Ja, ik volg dat wel. Ik vind dat spannend hoe dat bij ons gaat zijn, want na een jaar hebben wij daar nog geen ervaring mee om dat zo bespreekbaar te maken. Ook natuurlijk omdat het een coronajaar was, maar ik volg dat wel dat dat nodig en boeiend kan zijn. En ik zie dat op bepaalde vlakken ook wel al aankomen. Ja. Iemand vraagt, en dat vind ik wel tof, binnen hoe dat jij dat aanvoelt. Ik denk... Zo 20 verschillende ouders hebben, zal ik maar zeggen. Ik denk, als kind is het soms raar om aangesproken te worden door iemand dat niet je ouder is. En meestal ook omdat... Dat gaat dan over dingen dat soms je ouders wel toelaten. En soms denk je van... Ja, maar wat zeg jij nu? Allee, het heeft hier... Het is een beetje aan mijn tand dat jij op ons komt klagen, maar jij doet dat... Je hebt dat gisteren gedaan, je hebt dat de dag ervoor gedaan. En dan soms creëert je dan, denk ik, bij kinderen een soort, zeg maar, rare sfeer tegenover die ene ouder. Want wij speelden heel vaak in groep in het paviljoen bijvoorbeeld. En wij liepen heel vaak over tafels. En dat is ons heel vaak gezegd van, ah ja, nee, dat mag niet, want dat is gevaarlijk. En dat werd ons altijd gezegd door dezelfde mensen, terwijl de andere mensen daar niet zo streng waren. En dan waren wij zo van, ja, ze is hier weer aan het zagen, ze. En, of, ja, hij is daar weer van, je mocht hier niet doen. En soms creëert dat een heel rare band, maar bijvoorbeeld over andere dingen, die dan, waarop dat je wordt aangesproken, begrijp je het wel. Dus het heeft, ja, het is een rare wisselwerking, denk ik, als kind. Is het verwarrend, omdat er dan inderdaad voor andere mensen andere spelregels zijn? Ja, ik denk dat als kind, en je ouders zijn vrij in hoe dat ze je opvoeden, of ze geven je een redelijk strenge opvoeding, en je ouders spreken andere kinderen aan, dat is soms heel raar. En dan weten van, ah ja, nee, dat klikt hier niet. Soms hoort je dan ook tussen de kinderen door van, ja, weet je,
Huma, ja, die kan wel zagen, ze. En dan, ja, het heeft oh, uw pa kan wel roepen, ze. Allee, het heeft zijn wisselwerking. Het is, je moet daar, ik denk dat je daar fameus mee moet opletten, maar hoe vaak en op wat dat je reclameert, denk ik. Maar dat is met ja. mijn ogen dan. En kan het ook omgekeerd? Merk je bijvoorbeeld zelf binnen dat je, als je ergens gaat binnenspringt, dat je misschien makkelijker gaat binnenspringen bij degene waar je wat vrijer bent? Dat denk ik wel. Nee, ja, hangt er echt van af. Maar bijvoorbeeld, ja, nee. Dus, maar iedereen hier is redelijk vrij, denk ik. Dus ik denk dat overal wel gelijk wordt gespeeld, maar ik weet dat echt niet. Nee. Niet opvallend. Ja, nee, niet opvallend. Wat wel dan bijvoorbeeld opvallend is, als ik bij iemand ging gaan spelen, dan, ik heb soms de neiging om redelijk snel te vloeken, maar het had altijd gezegd, winnen taal. Dus allee, zo leert je ook wel, ik denk, dingen bij. En, allee, ik heb dat nooit erg gevonden, want ik ben weer bezig. Dus ja. Ja. Het is soms heel raar, denk ik, als kind om reclamatie te krijgen of ja, aangesproken te worden. Ook. Aangesproken te worden over dingen dat je zelf bijvoorbeeld ook niet zo erg vindt. Ja, ja, ik vind dat als ouder ook ze. Ja, om zo het spanningsveld tussen wanneer grijpt als ouder in als kinderen ruzie hebben. Ik persoonlijk nooit, of ze zouden al moeten bijna levensbedreigend bezig zijn. Maar wij hebben hier wel wat andere ouders in de groep die heel snel de diplomaat spelen bij kinderlijke ruzies. En ik word daar door kinderen op aangesproken. Als ik de ouder ben die in de buurt is, komen ze bij mij. Hé, hey, die doet dit, die doet dat. En komen ze mij aanspreken op een rol die ik eigenlijk niet opneem. En die kinderen vinden dat dan ook vreemd. Ah ja, oké, hij komt niks doen aan onze ruzie. Dus ook voor ons is dat soms wel wat vreemd, hè? Of ze zijn in de tuin aan het spelen. Ze doen inderdaad een beetje avontuurlijk. Ik vind dat oké, het ziet er leuk uit. En er komt een kind tegen mij zeggen, ja, mogen we dat wel? En ik denk, ja. Maar dan hoorde ook in dat soort vragen van kinderen dat er ouders zijn die helemaal anders reageren. Hè? Ja. Dus ja, ook als ouder vind ik dat een gekke wisselwerking, een rol dat je hebt of niet hebt. Ja, want dan zeg je misschien, ja, dat mag van mij. Maar daarmee weet je ook niet zeker wat dat met een mandaat van de ouders is. Dat je zo... Nee. En dan komt een andere ouder de tuin in die zegt, ik kom daar een keer af, terwijl ik ook in de tuin ben. En dat oké vond. Ja. Want vroeg in de chat, als iemand anders streng mag zijn voor een ander kind, mogen andere ouders dan losser zijn met uw kinderen? Inderdaad, er is, je hebt de ene kant en de andere kant. En die vullen elkaar aan, denk ik. Sarah, hebben jullie... Ik was wel aan het denken, ik vind dat we dat soms ook wat uitvergroten, omdat alsof dat in je gezin, dat je altijd op dezelfde lijn staat als ouder. Dat is niet zo. De ene ouder is strenger op het een en de andere is strenger op het andere of losser. En de kinderen weten ook dat als mama niet thuis is, dan mogen ze met papa, weet ik veel wat, een keer in zee kleten. En als papa er niet is. En ja, dat is ook, ik vind dat eigenlijk ook maar normaal. Hoe hard dat, ik vind een grote lijn moet overeenkomen en uw neus in dezelfde richting kijken. Maar het is nooit, gelukkig zijn we geen kopies van elkaar en opvoeden. Dat is ook maar zoeken en kneden. En ik vind dat ook een verrijking als, zowel in mijn gezin, dat mijn man daar anders naar kijkt dan ik. En dat we in grote lijn dezelfde principes uitdragen, maar dat het een ene keer zo is en dan een keer anders. En als ik een slechte dag heb, dat ik misschien ook wat strenger ben dan anderen of wat korter, dat hoort erbij. En mijn buren zijn soms strenger, ik ben soms wat losser, denk ik. Zij zijn wat strenger, maar ik vind dat ook helemaal oké naar mijn kinderen toe, dat ze ook leren van op een andere kant anders zijn. En als ze dat vervelend vinden, dat ze ook leren om daar naar hen toe of naar ons iets rond te zeggen, hoe klein dat ze ook nog maar zijn. Dus dat heeft hier nog nooit gebotst. Niet dat er nooit een keer een bedenking is, maar ik had ze met de paviljoenschool in ons tuinkot laten spelen. En van Veerle mocht het niet. Ze zei, ja, ik vind het eigenlijk wel te gevaarlijk, hè, want ze zijn daar spades. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel waar. Ik had wel te rap gezegd van, het is oké. En dan hebben ze een nieuw speelkotje bij. En ik heb dat ook recht gezet van, hè, volgende keer jongens, maar dat speelkot, dat is eigenlijk geen speelkot. Hè. Daar staat te gevaarlijk gerief. We gaan daar vanaf nu niet meer spelen. Voilà. En ik vind dat eigenlijk wel oké, hoe dat bij ons ook loopt. Allee, we hebben ook in die corona heel intensief samen met die kleintjes gewerkt. Maar dat was eigenlijk zo schoon om te zien. Ik heb mijn buurkinderen veel beter leren kennen. Doe daar veel intensiever
echt zorg voor te dragen, samen mee te doen, samen activiteiten te doen. En elke buur vulde dat in op zijn eigen manier. En dat was zo'n compleet pakket. En die kinderen vragen daar nog naar, hè, van wanneer is het weer paviljoenschool? Dus ik denk dat we dat eigenlijk wel, dat die puzzelstukjes goed gepast hebben op elkaar. Ja. Okay, tof. Mag ik iets zeggen? Ik ben ongelooflijk jaloers als ik Sarah hoor vertellen over de paviljoenschool. Bij ons in de lockdown hebben wij eerst geprobeerd om met 4 kinderen ook in het paviljoen les te geven. Dus ons kinderen en de kinderen van een ander gezin. En we gingen dan tussen de ouders een wisselwerking doen. Tot een week later of 3 dagen later dat ze zeiden iedereen moet in zijn eigen gezin blijven, in zijn eigen bubbel. En wij hebben dat dan ook heel letterlijk genomen. Wij hebben de kinderen zijn elke dag een uur en een half buiten gemogen. Wij moesten slots reserveren in Excel-sheets in de voormiddag een half uur, in de namiddag een uur. En dat was dan samen met 2 of 3 andere gezinnen. De kinderen mochten dan ook absoluut niet samen spelen. Dat was, jongens toch. Ik vond het ongelooflijk dat wij dat gedaan hebben, 3 maanden. Pardon? Dat was tijdens de strengste periode, denk ik. Ja. Ja, wel. En achteraf, we zijn ermee gestopt als de speeltuinen terug open mochten. En achteraf hebben we dan gezegd, van dat doen we nooit niet meer. Nooit. Want dat heeft zo'n druk gelegd op ons als ouders, op de kinderen, die bijna niet mochten praten met hun vriendjes. Dat was ongelooflijk. Dus chapeau. Ja, ik wil daar wel iets op zeggen ook. Wij hebben daar, de maatregelen zijn er gekomen, we hebben daar heel hard over nagedacht. We hebben toen opgesplitst, dus de kleuters en de lagere school, die hebben we niet gemixt, dus die konden niet op hetzelfde moment in het paviljoen. Dus we hebben toen gekozen, dat waren 5 kleuters, we gaan die samen opvangen, dus een halve dag per persoon. Ook ja, met de lijsten en zo, niet meer samen heten, dus al die regels zo strikt mogelijk gevolgd. Maar we hebben toen wel beslist van, en we hebben daar ook wel rondop gezocht, van ja, eigenlijk Kooghalsing, dat is wel een grijze zone, ja. En proef op de som, dus de politie is op een bepaald moment gebeld door een van de buren die hier rond wonen, denken we. Omdat we hadden tenten opgezet in de tuin en wat vlagjes. En die hebben de politie gebeld vanuit, er is hier een kinderfeestje aan de gang. Dus de politie is gekomen en we hebben toen uitgelegd van ja, wij zijn buren, dat is onze gemeenschappelijke tuin. En die mensen, alleen de politie heeft gewoon gezegd, ja, dat is oké, goed bezig, doe maar, geen enkel probleem. Dus dat heeft ons dan ook wel wat, dat was niet fijn, maar dat heeft ons ook wel wat gerustgesteld van het is wel oké, we houden ons aan alle maatregelen. Dat we allee, paviljoen voortdurend verluchten, ontsmetten, die kinderen en handen, onder zoveel tijd. Maar we hebben dat wel gezien, als dus niet meer in mekaars huizen, enkel in het paviljoen. Maar wel, die bubbel van 5 kinderen was dan, ja, we hebben dat als 1 bubbel beschouwd, ja. Ik denk dat, ja, dat was wat randje of dat kon of niet, maar praktisch gezien, wij moesten ook niet lesgeven, het waren nog kleuters, maar dat was gewoon echt een pragmatische insteek. Thuiswerken met 2 kleuters, dat is gewoon niet haalbaar. Hoe gaan we dat hier samen, dragen? En ja, we hebben dat eigenlijk ja, zo gewoon proberen aanpakken en we kijken daar echt heel dankbaar naar terug. Ja. Ja, ik denk dat jullie ook een vrij klein project zijn, in die zin dat er in vergelijking met Botanico, Vinderhouten en Oostakker wel een pak minder kinderen zijn. Dus dat we inderdaad de regel ja. Maar zodra je met een iets grotere groep zit, wordt het wel moeilijker, denk ik. Ja, bij ons was die coronafase de fase waarin dat ook nog een deel van de groep niet verhuisd was. Dus in het begin waren wij maar met 6 kinderen, die ook bijna, ja, ik denk van in de paasvakantie, dus ja, 2-3 weken na het begin van de lockdown, ook altijd in een bubbel waren. We hebben dat alleen gebaseerd op vrijspelen, omdat wij niet zo'n, behalve ikzelf denk ik, maar niet zo'n organiserende ouders hebben, die zin hebben om een groep kinderen te trekken. En ook niet zoveel mensen met fulltime jobs, die dan moeten achter hun computer zitten. Dus bij ons was het gewoon de regel, in de namiddag gaan de kinderen, mogen de kinderen in hun huis, in het paviljoen en in de tuin spelen. Dus gewoon puur vrij. Maar ik heb dat wel een beetje gebaseerd op noodopvang ook. Er zijn altijd groepen kinderen geweest die in een noodopvang samenkwamen. Wij hebben ook afgesproken dat onze kinderen geen enkel ander kind zagen, behalve onze buren. Dus zo zijn wij daar wel wat mee omgegaan. En ook nooit met meer dan 1 volwassene in de ruimte, of meer dan 2. Dus
Voilà, ja. Maar wij hebben eigenlijk ook niet zoveel kinderen. Nee, nu zijn er ook nog altijd maar 12, hè, door die verschillende generaties. Ja. Ja. Allee, voor mij is de essentie, als ik het terugdenk, is niet hoe je die corona aanpakt. Hè. Dat is voor mij niet de essentie. Voor mij is de essentie, hebben jullie een structuur dat je met elkaar kunt praten om dat soort zaken bespreekbaar en oplosbaar te maken? Los van een AV dat soms nog af en toe een beetje iets formeel is. Zo. Allee, of, ja. Slaag erin om als groep tot op dat niveau te geraken. Dat is voor mij de essentie. En of dat je dan samen kiest om vier kleuters in een bubbel te steken, of dat je dat paviljoen toedoet, is niet de essentie. Allee, voor mij is de essentie, zij dat als groep gelukkig. Kun je dat bespreekbaar maken totdat hij met z'n allen naar een oplossing komt dat iedereen toch wel ongeveer tevreden is. Ja. En ik denk dat je daar moet aan werken rond uw kinders en niet rond de regeltjes. Ja, we hebben een WhatsApp-groep voor snelle communicatie, maar in die coronafase hebben wij een keer of drie, denk ik, toch zo een online overleg met ouders gehad, hè, om dat af te stemmen. Hè. Dus, en om alles op tafel te smijten, van wie heeft er waar nood aan, qua kinderopvang, wie heeft er waar zin in, wat zien we allemaal zitten, hoe interpreteren we die regels, dat hebben wij wel echt overlegd, maar puur met corona als aanleiding, nog niet in het algemeen met waarden en normen in uw opvoeding of zo. Dus, en die WhatsApp-groep leeft ook wel heel hard. Met alleen maar ouders in. Al is het maar om je kind te vinden. Maar ook, dat gaat daar soms ook wel een beetje... WhatsApp is daar het kanaal niet voor, maar dat gaat daar soms ook wel over wat principes. Het zijn natuurlijk wel moeilijke tijden om in real-life overleg te plegen. Hè? Dus dan moet het soms via WhatsApp. Nog een vraag die binnenkwam is... hoe wordt er speelgoed gedeeld? Gaat dat vrij spontaan of is dat iets waar jullie... ook met de kinderen moeten de spelregels rond vastleggen? Amke denkt van niet. Nee, wij hebben in onze gemeenschappelijke speelruimte eigenlijk samen met de kinderen ook nog in brunchvergaderingen die we dan hadden toen we nog niet woonden, bepaald wat er wel en niet leuk zou zijn. Ik heb dat zelf nog wat geselecteerd en dan hebben we dat verzameld. Dus dat is gemeenschappelijk speelmateriaal. Maar ik weet het niet goed. Ja, en verder hebben wij wel, zeker qua buitenspeelgoed, die overvloed is ongelooflijk. Van alles meer dan genoeg. En kinderen lenen ook dingen bij elkaar. Allee, wij zitten nu wegens corona in quarantaine nog 10 dagen. En mijn dochter puzzelt graag, dus die zijn al superveel puzzels die ze dan kan uitlenen. Maar daar zijn eigenlijk geen issues mee. Ja. Nee. Sarah? Ja, bij ons. Alles in het paviljoen staat is gedeeld. Mag iedereen altijd mee spelen. En als er echt iets van u is, dat je daar toch graag wilt leggen, of wat dan ook, dan moet het labelen. Dan moet er uw naam op zetten of zo. En buitenspeelgoed staat ook apart in de kast. En Karel bij ons is nogal gehecht aan zijn eigen spullen. Maar de kinderen weten dat ook. Dus ze weten dat ze iets moeten vragen eerst aan Karel. Maar als het vergeten vragen zijn, dan heeft hij het gezien en dan... komt hij dat zelf wel een keer... Ja, dat regelt zichzelf eigenlijk wel wat. En ik heb ook al gemerkt, hoe meer speelgoed, met hoe minder dat ze spelen. En als er een keer ergens een spade is blijven liggen, dan hebben de kinderen die gevonden en dan zijn ze putten aan het graven. Of op de foto bij ons was een spontaan voetbalmatchje. De gokkar is echt zoiets waar dat iedereen altijd op mag, dat ze veel mee spelen. Maar echt, ja, we hebben echt bakken vol buitenspeelgoed. Ja... Er wordt echt zeer weinig gebruikt, ja. Of een keer, wat ze dan doen, is dan als ze naar het paviljoen gaan, ook al hebben we daar heel veel speelgoed staan, ze nemen dan graag iets mee van thuis om daar dan samen mee te gaan spelen. Hè. Ineens gaat de doos Duplo-blokken mee naar daar en dan bouwen ze samen een toren of een kaplaat-toren. Ja, en dan blijft hij daar even staan, want aan het paviljoen is er meer ruimte, mag hij wat langer blijven staan. Dus zo vindt dat wel eigenlijk zijn eigen weg. En dan ineens moet hij afgebroken worden en dan gaat hij weer terug mee naar het eigen huis. Dus... Ja, dat loopt eigenlijk wel vanzelf, merk ik. Ja, geen ruzies om de gokkar. Die is al 2 keer geweest. Ja, en als Swiss moeten ze het, dan moeten ze het maar oplossen. Ja, dan moeten ze, we doen wij dat ook. Ja. Ik woon net de grasmachine, het is aan mij. Nee, ja, overleg, bespreek dat aan elkaar. Als je dan te snel als ouder zo... geen keer en geen keer. Nee, ze laat ze nee. Ja, ik zeg altijd, los het op. En dan komen ze tot, als ik 2 toerkes, en dan moet hij 2 toerkes, en dan, lukt wel eigenlijk, ja.
Oké. En er was iemand die zich zorgen maakte, kan een kind in een cohousing ook een keer gewoon alleen spelen? Panda, is daar ruimte voor? Ah, wij hebben buurkinderen die daar een systeem voor hebben. Mijn dochter heeft daar geen nood aan. Ja, die is ook enig kind nog voorlopig, dus die is gewoon altijd buiten. Maar onze buurkinderen hebben aan hun voordeur een symbool hangen. En als dat er hangt, dan komt er niemand kloppen. En als dat er niet hangt, mag je wel kloppen. Tot frustratie van mijn dochter natuurlijk, hè, die dat haar favoriete buren vindt. maar ik vind dat wel een goed systeem. Die hebben daar nood aan en die doen dat zo. Ja, dus soms gaat mijn dochter ook 3 keer op een 30 minuten gaan kijken of het er nog hangt. Dus ja. Maar in het gemeenschappelijke ruimte gaan wij er wel vanuit dat ze geen kliksjes vormen. Ja. Dat niet is van, jij mag niet meedoen. Ah ja, maar je bent wel in de gemeenschappelijke ruimte. Dus, ja, dus daar wordt er aan de kinderen gezegd, hier wordt er wel verwacht dat je samenspeelt. Ja, of dat iemand dit vraagt mag mee. Ja, niet 100% samen misschien, maar dat je wel eens niet erger dan de aanwezigheid van andere kinderen, want dan hadden ze moeten thuisblijven. Oké, okay, ja. Dat is trouwens jullie gang hier rechts, hè? Dus dat is een speelterrein op zijn eigen, hè? Ja, absoluut. Ja. De foto links was een café voor onze deur. En de foto rechts was een katapult kermiskraam waar dat iedereen dan mocht langskomen om punten te scoren. Dus ja, de grote hangen worden bij ons ook wel gebruikt. Ja. Tof. Silke, is er bij jullie een plek, een ruimte om alleen te spelen als kind? Of plek of ruimte? In de speelkamer is dat eigenlijk een beetje te klein. Maar wat ik mijn dochter wel vaak zie doen, is dat als het daar te druk wordt, dan verwijdert zij zichzelf uit de groep en gaat zij gewoon op een plekje gaan zitten waar dat ze rustig zit. En dan speelt ze daar gewoon rustig. Wat wij hier wel al meegemaakt hebben, is dat er een groepje meisjes samenspeelt en dat er dan sommigen niet mogen meedoen. Daar hebben wij wel... we hebben dan de ouders en de meisjes in kwestie wel bijeengeroepen dan, omdat... bespreekbaar te maken, dat niet kan, dat er niet kan uitgesloten worden. Ja, ik wou nog even opmerken, ik vind het een grappige vraag van jullie associëren spelen met een fysieke ruimte. Dat wil dus zeggen dat je ofwel kleuters of zoiets hebt, of dat je nog in de jaren 80 leeft. Want wij hebben talloze voorbeelden van onze kinders die samenspelen, terwijl die allemaal op hun eigen kamer zitten, hè. Je kunt dus samen online gamen en ik weet niet wat voor spelen. En je hoeft daarvoor, dat hoeft zelfs niet eens in de week te zijn dat je hier in Vinderuiten woont. Hè. Je kunt evengoed in de andere helft van je gezin wonen en toch nog samen spelen, terwijl je hier niet bent en al. Hè. Dus dat fysiek spelen, dat is een redelijk ouderwetse bezigheid. Hè. Ik wil eigenlijk zeggen, geef iedereen een iPad en dan moet je geen paviljoen meer bouwen. Jawel. Je kunt ook samen met die iPads in het paviljoen spelen, maar je kunt ook allemaal thuis spelen. En dat zijn andere dingen. Maar zijn dat dingen die tot discussie leiden? Schermtijd enzovoort? Je schermtijd is opgehaald bij de buren? Ja, natuurlijk. Alle buren mogen meer scherm dan hier natuurlijk. Ja. Wij zijn elk huis zo, ja. Dat is niet waar. Dat is alleen hier. Ja, wij doen voorlopig, maar ja, ons oudste kind is dus 12 en de rest volgt dan en is 8 en 7 en 6 en 5 en 4 en zo. Maar voorlopig doen wij geen schermen in het gemeenschappelijk deel met kinderen. Dus het zou kunnen dat als ze bij elkaar spelen, dat wel op een scherm is op een of andere manier. Hè. Maar in de gemeenschappelijke ruimte doen wij dat voorlopig niet. En wij hebben ook, maar ik zeg altijd maar voorlopig, hè, want ik weet niet wat dat realistisch is, maar ook geen televisie of andere dingen in de gemeenschappelijke ruimte staan. Wij ook niet. Wij wonen hier al bijna 4 jaar. Dus bij ons zijn er ook geen schermen in het paviljoen toegelaten. Soms komt er wel een keer een kind met een gsm of iPad van mama of papa binnen. Maar ja, doordat er schermtijd is voor andere kinderen en we gevraagd om dat niet te doen. Zelfs op de dorpel voor een huis niet, omdat iedereen daar dan rondschaart en daar dan toch meekijkt op de iPad en sommige ouders dat echt niet tof vinden. Dus dat is voor thuis. Wij doen wel af en toe een keer een film namiddag of een filmavond. Dat gebeurt wel. Dat is meestal heel spontaan.
Maar schermen en tv en dergelijke hebben wij nog niet in Pavlen. Wij wel. We hebben een gigantische flatscreen. Cadeau gekregen van een van onze buren. We hebben dat in het paviljoen gezet. We hebben in ons eigen huis met een piepklein tv'tje. Dus dat is eigenlijk wel zoiets exclusief. En wij kiezen daar soms heel bewust voor om onze kinderen lekker voor tv te zetten als het woensdagavond is en we eten samen. En ze zijn moe en ze zijn druk, maar wij willen nog even blijven zitten. Want je krijgt tv aan en dan laten we de kinderen wat filmpjes kijken. Dus wij doen dat wel. En nu hebben we een Wii geïnstalleerd en spelen ze daar ook wel wat op. De ouders, wij vinden het oké, ik het zo zeggen. Het zijn vooral de kleintjes die er dan toch even op zitten en wat bekomen. En dat werkt ook wel voor ons. Maar we hebben dat wel met een beamer. Omdat dat zo het idee is van, installeert dat voor iets speciaals of zoiets. Ja. Dus cinemaavond. En ik kan mij ook voorstellen dat als we samen eten, dat dat eindigt met wat film of filmpjes voor de kinderen. Maar dat is precies nog wat meer effort om dat in gang te steken en dat op aan te sluiten. Dan gewoon zap zetten tv aan en zoiets. Ik weet het niet goed hoe dat gaat evolueren. Maar die beamer hebben we dus wel. En we hebben al redelijk wat cinemaavonden met kinderfilms ook achter de rug intussen. En de voetbal kijken we dan ook als het een of andere match is. Dan zetten we die tv buiten zelf. En dan, het is wel tof. Pintjes drinken en voetbal kijken. Zoiets. En iets wat ik ook vaak zag terugkeren zijn kampvuurtjes. En ook leuk om met kinderen te doen, denk ik. Ja, bij ons is daar wel wat discussie over. Fijn stof in een stad en dat soort dingen, ja. Bij ons ook. Ja, bij ons ook. Er zijn echt een aantal buren die daar heel strikt nee tegen zeggen. Op de gemeenschappelijke delen. Ook zelfs liever niet in uw eigen tuin, maar daar doe je natuurlijk wel nog... daar beslist je zelf nog natuurlijk, hè. Maar in de gemeenschappelijke delen geen vuurtjes. Ja. Alhoewel dat we dat gedaan hebben, ik hoop dat ze dat nu niet gaan bekijken achteraf, maar met oude jaren hebben we met een paar buiten gezeten en hebben we wel een vuurke buiten gezet op het gemeenschappelijke. En de dag daarna vroeg er iemand van, hoe lang hebben jullie dat nu volgehouden? Dat was toch koud? Maar hoe zeg je, het was ijskoud, maar we hebben niet verklapt dat we vuurklan aanstoken. Dat is niet de manier. Nee, dat is niet de manier, maar zat. Ja. Goed, misschien nog tot slot, Winnen. Heb jij ooit gevoeld dat je in een co-housing woonde tegenover andere mensen die niet in een co-housing, of kinderen die niet in een co-housing opgegroeid zijn? Ja. dat is echt raar. Ik heb bijvoorbeeld... ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar heb gepikt veel meer, ik denk, basisdingen op. Als je niet woont in een co-housing bijvoorbeeld. Hier leert je bijvoorbeeld van iedereen. En ik denk dat als je dat niet hebt, dat dat soms anders. Het is lastig om te verwoorden. Ik heb hier bijvoorbeeld heel snel respect voor materiaal geleerd. Want namelijk, dat is van iedereen en iedereen wil daarmee spelen. En dat is gezamenlijk. En dat is bijvoorbeeld, gewoon respect in het algemeen. Ik denk dat als je niet in een co-housing woont, dat soms wel ontbreekt, bijvoorbeeld. Ik denk dat. Bijvoorbeeld, ik heb hier ook, wat ik wel ook heel vaak door heb, is, ik heb hier heel veel vrienden. Ik kan buiten gaan. En de kans dat er iemand is om mee te spelen, is zeer groot. Bijvoorbeeld, en tegenover al mijn andere vrienden die niet in een co-housing wonen, als zij naar buiten gaan, gaan ze naar buiten en ze hebben niemand meestal van buren waarmee dat ze kunnen spelen. Meestal spelen ze dan alleen in hun tuin. Ik heb een gigantische tuin waarin dat ik kan doen wat ik wil, bij wijze van spreken. Ik heb go-karts, al mijn vrienden hebben dat nooit gehad of hebben dat niet. Dus daar zit zowel van, ik heb hier veel vrijheid, bij anderen is dat anders. En je merkt dat soms wel, dat
Ja. Je merkt dat wel soms bij ja, de dingen dat ze doen. Of als er grieven mensen komen spelen van... Wauw, je hebt dit. Wauw, je hebt een boomhut. En dan zit jij van... Ah ja, wij hebben dat. Kom, gaan we binnenspelen. Binnen is het leuker. En dat mensen heel vaak zijn zo van... Oh ja, ik wil daar spelen en daar spelen. En jij zegt zo van... Ah ja, ik heb dat allemaal al gedaan. En ik vind dat niet meer zo leuk. En dat is soms... Ja. Je hebt eigenlijk niet overwend dat gezeten. Is dat wat je wilt zeggen? Ja, eigenlijk wel. Het is, maar het is verwend op zijn eigen manier. Allee, het is dat is dan van... niet in huis, hè? In huis is dat niet. Nee, het is echt van... We hebben hier veel, maar je moet dat delen. Maar je kunt ook gewoon verwend zijn van... Ik heb veel en ik moet niks delen. Dus ik zal dat nooit leren. Allee, dat leert je nog wel. Dus het veel hebben komt samen met het moeten delen, eigenlijk. Ja, vooral, ja. En heb je het gevoel dat nu dat je een stuk ouder bent, dat je nog gezegd, ik heb hier veel vrienden. Is dat nog altijd zo? Heb je het gevoel dat je nog altijd wel met die gasten overeenkomt? Want je groeit allemaal op. Je hebt andere... Maar ja, je komt natuurlijk... je zei, ik denk dat je dat ziet als een vriendschap. En allee, je begint als je zeer klein bent. En je komt heel vaak buiten. En dan, je doet dat totdat je zo 12 jaar bent. Maar dat is zo 6 jaar dat je dat kei vaak doet. En dat is super tof. En nu nog steeds... Wij voetballen samen. Wij voetballen samen. Wij praten samen. En wij zijn nu zo van... Wij gamen samen. We zijn zelfs zodanig ver gekomen dat wij gewoon zo... bijvoorbeeld mensen die van andere vrienden zijn, daar zijn wij ook bevriend mee. En wij gamen online samen. Dus het gaat eigenlijk redelijk ver. Maar wij komen nog steeds keigoed overeen. En bijvoorbeeld, als we samenkomen om bijvoorbeeld te voetballen, dan... praten wij soms over de meest ridicule dingen, maar bijvoorbeeld met de verkiezingen van Amerika hebben wij soms daar heel rare, goede conversaties over, dat je als zo tiener denk ik niet direct hebt met je vrienden. We hebben het zo echt zo van gehad, ja, en Trump staat nu zoveel achter, en Biden staat nu zoveel voor, en ik heb heel de nacht gekeken, en dan zit je daar van, ja man, en als die verkozen wordt, gebeurt er dat, en dan heb je daar zo van die zeer serieuze conversaties over en dat is wel tof. En ik denk dat je dat, als je niet in een kozing woont bijvoorbeeld, dat je dat niet direct hebt. Ja. Ja. Ik heb trouwens nog een heel mooie foto, het is jammer dat hij er niet in zit, van wat jij toen kleiner was en Veerle, die nu ook aan het meeluisteren is, die jou leert klarinet spelen. Ja. Nou. Dat is een van de betere foto's, denk ik, die hier ooit is getrokken. Dat is ik die klarinet speel en velen die aan het kijken is van... Ah ja, en nu speelt hij dat, omdat zij ook iets deed in die aard, maar ik ben er niet zeker. Naar vele muziek, hè? Ja, vele kan muziek, inderdaad. Laten we daarop zeggen. Ja. Dus dat is een beetje de It Takes a Village to Raise a Child. Ja. In praktijk gebracht, ja. Stel binnen dat je later ook een huis moet zoeken. Zou jij een co-housing willen wonen? Of denk je, poeh, ik heb het nu al gehad? Ik denk dat het... ik denk dat als volwassene... Ik denk dat ik dat wel nog zou willen doen. Maar dat gewoon... Dat is keileuk. En ik denk als kind is dat keileuk. En als volwassene is dat volgens mij ook keileuk. Maar ik weet het, het is raar. Het is van... Zou ik hier willen blijven wonen? Zou ik ergens anders naartoe willen? Dus ik heb er al over nagedacht, laten we het zo zeggen. Ja. Maar, het is nog lang, hè? Het is nog zeer lang. Maar ik denk wel dat dat een van de dingen is. Als ik dat zou doen, dan heb ik wel de ervaring die ik hier heb opgedaan, die ik dan kan gebruiken. Stel, moest ik in een andere kousing gaan wonen. Ja. Klopt dat, Stijn, wat Winne zegt, dat voor volwassenen ook tof is? Ja, want dat heb ik in mijn tekstje geschreven. Hè. Het klopt ook dat er hier echt een heel nest kinders zijn die hier wonen. Ik weet niet of dat typisch aan onze groep is, of dat overal zo'n beetje is. Maar dat ene weekend dat we een beetje losgaan, ja, dan gaan we ook wel echt los. Om je met z'n allen te verkleden. Ja, voor sommigen is dat toch een stapje, voor mij ook altijd. Hè. Maar een keer dat je dan verkleed zit, is het wel geniaal.
Ja, dat is nu eigenlijk een van de minder verkleede foto's van die weekend, hè? Maar het is goed dat ze... dus ja, het is wel, blijft wel de max, denk ik. Ja, kijk, Veerle schrijft het, hè? Ons paswoord cohousing is de max. Ja, dat blijft wel. Ja. Ja. Maar vooral, allee, wat ik nog wil meegeven, blijft de max ook als je als groep een beetje flexibel blijft. Want die discussies dat we hier al, of de zaken dat ik hier al gehoord heb, die hebben wij ook allemaal gehad. Maar allee, met, onder andere met winnen, wij zijn eigenlijk altijd de oudste zone. Dat verandert ook niet zo rap. We moeten flexibel genoeg blijven om je ook continu aan te passen. Bijvoorbeeld die kinderkamer is nu een beetje achterhaald. Het zijn zo kleine dingen. Nu kom ik bijvoorbeeld meer tieners tegen uit de cohousing op weg naar Gent, op de fiets, dan dat ik ze soms op de cohousing tegenkom. Dus dan moet je weer een beetje andere coole praat verkopen tegen die man op uw velo. Dus dat is weer een heel nieuwe situatie, dat je elkaar buiten de cohousing tegenkomt. En dat vind ik wel één om de boodschap naar andere groepen, van je moet je daar blijven voor openzetten. En niet vasthouden aan, wij nooit daar eigenlijk een afgesproken, en het is nu zo, want die kinderen doen die regels eigenlijk ook snel veranderen. Ja. Maar het blijft de max. Zoals dat Sarah in het begin zei, een Boomba-tent is op een bepaald moment niet meer van toepassing, dus dan moet je zo flexibel zijn als groep om te kijken om iets anders te doen. Ja. En dat gaat niet alleen over het materiële, maar ook over de regels en over de manier waarop dat je met elkaar omgaat. Ja. Ja, en ook omgaan te koeren. Alleen een driejarige moet je nu eenmaal... Ja, als die zand opeten in de zandbak, is dat je mag geen zand opeten in de zandbak. Maar met tieners wordt dat ook allemaal... Alleen van een andere orde wordt dat allemaal vloer en anders. Dus dat verandert. En als je daarmee... als iedereen daarmee een beetje zijn hoofd blijft zetten, dat allemaal blijft veranderen, dan blijft dat de max zijn, ja. 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 Ik vind het leuk om u dat te horen vertellen over die tieners, want de onze zijn daar nog niet en ik ben super benieuwd hoe dat dan gaat zijn en gaat lopen. Maar anderzijds vind ik dat wel een heel grote geruststelling om te weten, ik ga dan niet alleen zijn, want mijn buren gaan ook kinderen hebben die tieners zijn. En wat dat we nu al doen, zo, zeker met, toen dat dan nog in die kleuterfase zat, van oh, pakte jij dit aan of hoe zouden we dat doen? Of je hebt altijd overleg en we zeggen altijd, het is voor onze kinderen hè, dat we het doen. Maar eigenlijk is dat ook voor een heel groot stuk voor onszelf dat we het doen. Er zijn zoveel spontane ontmoetingsmomenten geweest dat we aan het aperitieven zijn. En als de kinderen gewoon vanzelf ergens op een plek hier aan het spelen zijn. En ik denk, daar genieten wij heel hard van. Maar ook zo dat overleg van hoe gaan we het dan samen doen en samen aanpakken. En ik vind dat ook wel, ik vind dat wel boeiend. En ik vind dat je als ouder in uw kracht zet en ook u kan versterken. Of... als ik 's morgens vertrek en mijn kinderen worden niet mee en we zijn weer te laat en dat was weer trek en sleur, dat ik zo een keer naar een van mijn buren dan zo, ja, het was weer dit en dat en zo, ja bij ons was het vanmorgen ook niet makkelijk zo. Ha, ik vind dat u, ja, ik voel me dan veel meer gedragen, ik zal het zo zeggen, in mijn manier van doen en opvoeden, dat we soms ook maar een beetje ploeteren of dat soms beter loopt dan een andere keer. Dus zo naar die tienerfase ben ik benieuwd, maar ik denk dat komt wel. Dat gaat ook wel goed komen, zo hier in die cohousing op onze manier. Ik wil graag nog een anekdote delen over hoe leuk dat cohousing ook voor volwassenen kan zijn en hoe dat volwassenen ook blijven spelen. Ik denk dat het vorige week was, of een dag of 10 geleden, hebben wij eigenlijk met bijna de volledige cohousing een sneeuwballengevecht van 2 uur lang gehouden. Dat was fantastisch. Ja, zalig. Nee, ik wou nog zeggen, Eve, het is inderdaad een mooie historische foto dat Winne klarinet speelt bij Veerle. Maar ik wil er eigenlijk een nieuwe naast zetten. Er is eigenlijk al een even mooie foto dat Winne staat te dansen met de Jeroen de buurman op een 5e zaterdagnacht. Ja. En dat vat het voor mij eigenlijk wel mooi samen. Inhalen, inhalen, oké.
Ja, ik was ook nog aan het denken, iets dat ik niet helemaal op voorhand gezien had. Ik dacht altijd aan veel kinderen voor mijn dochter om mee te spelen, maar zij heeft eigenlijk evenveel aan al die volwassenen van alle generaties met verschillende interesses. Zij kwam van de zomer thuis met iets dat wij absoluut niet volgen, maar ze zei, mama, ik heb Tour de France gekeken. En dat was gewoon bij een koppel een paar appartementen verder, zonder kinderen, zo 35, 40 jaar zijn die. En die had daar gewoon op de zetel met chips Tour de France gekeken, omdat ze daar op bezoek gegaan was. Het zijn hier even hoe 20-jarige huurders waar dat ze mee rondhangt gewoon en van alles van leert en hoort. Ik vind dat echt super tof. Het zijn niet alleen de surrogaat grootouders, maar al die generaties brengen ook ongelooflijk veel bij. Ja, als je kind thuis komt met een of ander reptiel dat je niet herkent, weet je altijd bij welke buur dat ze het kunnen gaan vragen. ja, dat soort specialisaties inderdaad, dat is ja, en ik merk dat ze daar bijna evenveel aan heeft als aan de andere kinderen. Ja, volwassenen eigenlijk. Ja. Ah, super tof. Wenne, je hebt bewust. Ja, ik ben de foto ondertussen gedaan, dus kijk, dit is. Wacht, ik weet niet of je mooi. Dit is de foto. En dat was op het trouwfeest, en dan, dat was hier in het paviljoen. En dat was de afterparty. En dan heb ik tot een, ik denk, vrij laat zitten dansen. En dan die foto is eruit gekomen, en dat is wel een toffe foto. En dat is ook zoiets dat je leert dan. Als kind, ik denk dat door al de generaties en alle leeftijden waarmee dat je hier opgroeit, je leert heel veel. En dan je leert dan bijvoorbeeld nieuwe muziekstijl, je leert nieuwe muziek kennen, je leert van alles. Je hebt dan bijvoorbeeld, nu moet ik even... Buurneukplaten van kunnen. Ik heb, ja, bijvoorbeeld, of ik heb nu in quarantaine, in corona, ben ik geobsedeerd geraakt door het platen en platenspelers. En ben ik eigenlijk bij de buren gaan vragen van, heeft iemand toevallig een platenspeler en heeft iemand toevallig een stereo? Dus nu staat op mijn kamer een platenspeler van mijn buurman, twee stereo's van een andere buurman. En ik kan, als ik wil, kan ik bij iemand platen gaan halen om muziek te spelen. En dat zijn zo van die dingen dat je dan leert. Je hoort dan toffe anekdotes die daarbij horen. En je doet wel snel een nieuwe levenservaring op, zou ik dan durven zeggen. Ja, ook nu dat ik ben nu 16, ik leer zo nu ook volwassenen, die gaan nu met mij praten. Ik hoor dan ook zo van die belachelijke verhalen dat als klein kind dat je zo niet hoort. Of zo dingen dat gecensureerd worden als je klein bent. Die worden voor mij niet meer gecensureerd. En ze zijn zo... Ja, binnen. Het is tijd dat je een keer over die dingen leert. En dan denk ik van... Ja, hier was ik niet klaar voor. Hier was ik mentaal niet voor voorbereid. Of zo van... Ze maken dan zo grappen die je dan zo ook verstaat. En dan weet ik als kind nooit of ik daarmee moet lachen of niet. Maar ik ben van... ik maak die moppen ook. Maar raar mop om mee te lachen. Dus ja, het is zeer tof. Dat is een goede leerschool. Ja. Oké, dus jij bent je aan het klaarstomen om de DJ voor de volgende vijf in het paviljoen te worden, als ik het goed begrijp. Nee, ik ben me aan het klaarstomen voor de volgende vijf, gewoon heel de tijd, en dan tot de vijf gedaan is. Ja. Dat is nog niet gelukt. Ik ga meestal rond een uur of één weg. Of twee. Maar ik ben nog nooit tot het einde van de vijf gebleven. Dat is ook wel een veilige plek voor je eerste pintjes, want je kunt wel veilig thuis geraken. Hè? Ja, maar het is echt 5 meter stappen van mijn deur. Maar ik drink niet, dus dat probleem moet lukken. Oké, mijn vragen zijn rond. Ik zag nog een vraag. Ik ga ze misschien combineren. Alhoewel ze los eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Maar was iemand vroeg, zijn er speciale regelingen voor kinderen die maar part-time in de co-housing zijn, bij nieuw samengestelde gezinnen? En dan vroeg er ook iemand, is er iemand die ervaring heeft met pleegkinderen in een co-housing? Of bijvoorbeeld kinderen die op internaat zitten en alleen in het weekend zijn. Misschien niet persoonlijk. Doe mij een mini beetje denken aan kleinkinderen. Dat hebben wij wel massaal. Bij ons is het kinderaantal soms verdubbeld. Nu met corona in de zomer vooral. Een beetje hetzelfde qua nieuwe groepsdynamiek, denk ik. Hè. Tijdelijke kinderen die er af en toe zijn. Maar voorlopig loopt dat bij ons heel goed en tof. Is dat ook een verrijking? Ja.
Misschien verder al... hebben we geen co-ouderschap. Ja, of wel, maar die zijn groter. Ja, dat zijn tieners. En ook geen pleegkinderen. Ja. Het enige dat wij proberen te doen is, als er kinder-AV is, dat op de momenten is dat de kinders van co-ouderschap er zijn. Dat is zo'n regel dat we proberen rekening mee te houden, maar ja, dat is niet altijd even evident. Maar voor de rest denk ik niet dat we daar hele speciale maatregelen rond hebben. Ja. Oké. Ça va. Ik weet niet of er nog specifieke vragen zijn van het publiek. Oké, dan wil ik jullie super hard bedanken. Zeker aan de mensen die in het panel zitten om jullie ervaringen te delen. Ik hoop dat het voor jullie zelf ook leerzaam was. Dat jullie iets kunnen meepakken in jullie eigen groep. En ook aan het publiek voor de mensen die geluisterd hebben en vragen ingestuurd hebben. Super, het was een toffe avond. Tot de volgende, zou ik zeggen. Jawel, je hebt het volgehouden tot het einde. Bedankt voor het luisteren. Mocht je een suggestie voor een volgend thema voor onze masterclass hebben, laat het ons zeker weten. Tot dan!